Dames en heren, welkom. Ik ga dadelijk over tot de opening van de vergadering. Volle tribune. Ik denk dat een heleboel mensen ook komen kijken of het echt gaat gebeuren. Dat verwacht ik wel. We gaan weer een paar raadsleden in ons midden welkom heten. En die mogen we in ons midden welkom heten, omdat er een aantal raadsleden uit ons midden vertrekken. Maar die vertrekken niet echt helemaal. Die worden wethouder, wat ze overigens al waren. Dat is eigenlijk wel grappig, maar zo werkt dat. Ik heb zelf het gevoel dat vandaag, we hadden het er met de griffier over in de voorbereiding van deze vergadering. En wij hadden het gevoel dat nu eindelijk, dadelijk, de verkiezingen voorbij zijn. En eigenlijk is dat ook een beetje zo. Je werkt naar verkiezingen toe, dat is heel spannend denk ik voor u. Want u wilt graag gekozen worden, u wilt graag uw standpunten goed voor het voetlicht gebracht krijgen. En uiteindelijk spreekt de kiezer zijn oordeel uit. Dan is de kiezer klaar. Maar dan gebeurt hier nog natuurlijk een heleboel. Want vervolgens moet er nog een bestuur worden benoemd. En dat bestuur moet gaan besturen op basis van inhoudelijke afspraken. En in feite is dat de fase die we nu gaan afsluiten. In de afgelopen weken, maanden, is er eerst door u raadsbreed met elkaar gesproken. En u bent tot een soort gezamenlijke agenda gekomen. Die een bijzondere titel heeft gekregen, als ik het goed heb. Namelijk kleurrijke kubus. En daar wist ik de hele tijd niet precies wat daarmee bedoeld was. Maar hij ligt nu voor u, als het goed is, die kleurrijke kubus. En dat is een grapje van de griffier. Dus dat is een mini kubus van Rubik, heet hij, ja, hè? Rubik. Ja. Als u hem uitpakt, dan ziet u dat hij goed is. En als u daaraan begint te draaien, krijgt u hem nooit meer goed. Dus ik zou willen zeggen, niet doen. Afblijven. In de verpakking laten. Dus dat, maar daarna zijn een aantal partijen doorgegaan aan het werk. Die hebben een coalitiedocument geschreven. Dat staat vanavond ook op de agenda. En vervolgens zullen er wederom wethouders moeten worden benoemd die dat coalitiedocument gaan uitvoeren. Dat is wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. En in feite ronden we daarmee, denk ik, dat hele proces van verkiezingen af. En moet er dadelijk gewoon weer gewerkt worden. Aan de uitvoering van dat coalitiedocument, maar ook aan de uitvoering van die raadsagenda. Dat alles gezegd hebbende, open ik de vergadering. Even kijken. Hier stond dat de heer Klein-Koerkamp en mevrouw Kappert iets later zouden komen, maar dat is gelukkig niet het geval. U zou eventueel later komen omdat u aanwezig bent geweest bij de condoleance van mevrouw Westerman, naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Westerman daarvoor. Dan ga ik naar het spreekrecht burgers, daar wordt geen gebruik van gemaakt. Dan ga ik vervolgens naar agenda punt 3. Daar ben ik nu. De vragenronde. Meneer Broer van de Partij van de Arbeid. U heeft een vraag over de kruising Hagenweg N35. Zou u die alstublieft willen stellen? Ja, dank u wel, voorzitter. Geacht college. Ik moet nu even om me heen kijken, begrijp ik. De oversteken van de N35 in de toekomst en de doorgaande route tussen Hoornhorst, Lente en Laag Zutum houden onze inwoners in dit gebied flink bezig. Met name de kruising Hagenweg blijft een punt van zorg en is hier ook al een aantal keren in de raad geweest. De PvdA-fractie deelt deze zorg. Helaas staat de N35 niet genoemd in het straks te bespreken coalitieakkoord. Maar de direct betrokkenen in het gebied hebben recent een brief ontvangen van de gemeente Raalte, waaruit blijkt dat een oplossing via de zogenaamde ganzenpan te kostbaar is. De gemeente Raalte zet nu een lobby op richting Den Haag, Rijkswaterstaat, om een ongelijkvloerse kruising mogelijk te maken bij de Hagenweg. Voor de korte termijn is het doel hiervan tenminste het realiseren van een zogenaamde bajonetkruising, dus met opstelvlakken, etc. Ik heb daarover een viertal vragen aan het college van Dalfsen. Is de gemeente Dalfsen op de hoogte van deze brief en de onderzoeksresultaten? Deelt de gemeente Dalfsen de conclusies die BMW Raalte aan deze uitkomst verbindt? 3. Steunt de gemeente Dalfsen de gemeente Raalte in deze voorgenomen lobby? 4. Zo ja, hoe? Of zo nee, waarom niet? Dank u wel. Meneer Boer, dank u wel. Ik ga naar de portefeuillehouder toe. En die zit daar in zijn eentje achter de BMW-tafel. Wethouder van Leeuwen. Dank u wel, voorzitter. De heer Broer merkt terecht op dat het al eerder hier in de raad is geweest. Dit is geloof ik de derde keer dat ik vragen beantwoord over dit kruispunt.
En ik hoop dus echt dat de verkiezingen na vandaag afgelopen zijn. Want de brief die hebben wij vanmiddag 4:15, half vijf pas ontvangen. Dus dat is wat lastig geweest om die helemaal goed te analyseren. Maar het probleem was natuurlijk al wel bekend. In de brief wordt overigens niet over bajonetoplossing gesproken. Het aanpassen van het viaduct is technisch niet mogelijk, omdat je daar met een primaire waterkering zit. Overigens is dat viaduct prima geschikt voor personenwagens en fietsers. Ik ben er zelf een paar keer geweest. Ik heb het ook even geklokt. Het is 1 kilometer omfietsen en dan sta je veilig aan de andere kant van de weg. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Het probleem doet zich voor bij vrachtverkeer en het agrarisch verkeer wat hoger opgeladen is. Dat is lastig, dat is duidelijk. De conclusies van de gemeente Raalte, van BMW Raalte, die delen wij, want de inschatting was dat het heel moeilijk zou zijn technisch om dat vooruit te voeren. En wij kunnen ons voorstellen dat BMW tot die conclusie komt, BMW van Raalte. Steunen we ze in de lobby? Ja, we ondersteunen de lobby voor een 2x2 weg. Dus het verlengen vanaf zeg maar, de Koelmanstraat-Hoornhorst richting Raalte. En daarbij zullen wij zowel de gemeente Raalte als de provincie, waarbij we samen optrekken, overigens ook met de gemeente Hellendoorn, ondersteunen voor een opwaardering, een verdere opwaardering van de N35 tot een 2x2 weg en ongelijkvloerse kruisingen. Dus wij ondersteunen dat. En dat wordt regelmatig besproken in het bestuurlijk overleg vervoerszaken. Meneer Boeren, u kunt aanvullende vragen stellen als u dat wilt. Nou, voorzitter, dat was volgens mij niet nodig, want dat was een heel helder antwoord. Oké. Anderen nog? De aanleiding hiervan? Niet? En agenda punt 4, vaststelling van de agenda. En die komt nu in beeld. Daar hebben we twee plaatjes voor nodig. Dat is ook ongebruikelijk. Maar dat komt omdat we heel veel formele procedurele punten hebben. Ik zou daar een hoog tempo doorheen willen als u dat goed vindt. Dat vindt u zeker goed. Niet omdat ik ze onbelangrijk vind, maar het moet gewoon op een correcte wijze worden afgehandeld. Ik maak er overigens, zoals u weet, altijd fouten in. En de griffier gaat me daarvoor behoeden dit keer, hoop ik. Wat we gedacht hadden was dat we, nadat we alle benoemingen hebben afgerond, en dat is na agenda punt 9, als ik het goed heb, dat we dan schorsen om iedereen te feliciteren. Dus niet tussentijds. Dus ik zou u willen verzoeken om ook niet changementen door te voeren of wat dan ook. Doe dat even, als u wilt, na afronding van agenda punt 9. En u kunt me daar formeel op aanspreken dat dat niet correct is. En dan ga ik gewoon ruzie maken met u. Want dat zal wel, maar we doen het toch. En dan begin ik met agenda punt 5. Dat is de raadsagenda 2018-2022. Kleurrijke kubus. En die raadsagenda voor de komende bestuursperiode is op 23 april 2018 aan de voorzitter van de gemeenteraad overhandigd. Er zijn over 7 thema's afspraken gemaakt. Burgerparticipatie, bestuurlijke vernieuwing, u weet het allemaal, want u was erbij. Duurzaamheid, transformatie in het sociaal domein, armoede en de invoering van de omgevingswet. En de woningmarkt en de verkeersveiligheid. En het is aan de gemeenteraad om over deze agenda te beraadslagen, als u daar behoefte aan heeft. Het is uw eigen agenda, maar u heeft de ruimte om daarover te beraadslagen en te besluiten. Titel Kleurrijke Kubus. Ik geloof dat het een verzinsel van de heer Nijkamp was. Dus ik hoop dat wat ik nu zeg, dat ik dat goed zeg. Maar de titel Kleurrijke Kubus symboliseert de bestuurscultuur in Dalfsen met 6 verschillende vlakken voor 6 partijen. Zo heb ik, meen ik, u dat horen zeggen. En alle raadsleden hebben een ludiek aandenken gekregen juist net, maar ook alle medewerkers volgens mij van de gemeente Dalfsen. Want ik zag onze bode alle bureaus zo'n kubus neerleggen. Een sleutelhanger. En van de raad wordt gevraagd om deze agenda vast te stellen. De behandeling in principe in 2 rondes.
De griffier en ik zaten ons af te vragen, als u vragen stelt, aan wie u die dan stelt. En daar zijn we niet uitgekomen. Dus, maar ik, laten we het zomaar even erop houden. Wie van u mag ik als eerste het woord geven? Mag ik meneer Raamaker uitnodigen? Ik moet even zoeken naar het knopje. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat het vrij duidelijk is, want u gaf al aan van aan wie moet je vragen stellen. We hebben het met z'n allen gedaan en ik denk dat het een goede basis is, ook weer voor de nieuwe coalitie, maar ook voor het coalitiedocument hebben we zeg maar getracht om daar de zaken die we hier in besproken hebben met z'n allen, om die nog wat verder uit te werken. En links en rechts zal een aandachtspuntje misschien vergeten zijn, maar ja, dat is dan aan de coalitie zelf. Maar ik vond het zeer prettig dat iedereen op een geweldige wijze heeft meegewerkt aan deze raadsagenda. Vroeger heette het raadsdocument, maar nu raadsagenda. En diegene die de naam bedacht heeft, zeer bedankt. Ik heb er nog een vogeltje aan overgehouden. Die zit nog steeds in de kooi, maar het is er nog steeds één. Misschien kijk er nog één bij naar vanavond. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de raadsagenda die we met z'n allen hier hebben vastgesteld. Oké. Andere mogelijke wijze? Of laten we het gewoon bij deze constatering? Wat mevrouw Raneman betreft mag dat. Wat u allemaal betreft mag dat. Met eensgezindheid? De eensgezindheid is er ongetwijfeld. Want er staan gewoon 6 fracties onder. Maar vanuit de ChristenUnie-fractie willen we toch ook wel zeggen dat we het een mooi instrument vinden om met elkaar een gezamenlijke bodem neer te leggen voor de komende 4 jaren. 6 fracties die ieder met een eigen kleur toch proberen het goede voor onze inwoners te zoeken. Het ontwikkelde logo, want dat is wel nieuw, ook voor de raadsleden, moeten we zeggen, vinden we erg mooi. Je zou kunnen zeggen van het is een zekere mate van perfectie. Het punt waar je alleen tegenaan loopt is dat wij in de raad over het algemeen spreken over zaken die niet perfect zijn. Juist op die onderwerpen moeten, en die 6 onderwerpen geven dat ook al aan, daar moet je beleid voor maken. En daar hopen we dan de komende 4 jaren met elkaar de schouders onder te zetten. Dank u wel. De griffier gaat proberen om het logo in beeld te brengen als dat kan. Ja, we hebben echt geprobeerd om een imperfect logo te maken, maar op een of andere manier hebben we dat talent niet. Dat lukt ons niet. Wat we ook deden, het bleef perfect. Dat is heel raar. Maar u heeft gelijk, het is een mooi logo. En het is ook mooi, denk ik, om er een apart logo te geven. Weet u, ik heb al eerder aangegeven, en ik denk dat ik dat ook namens het college gedaan heb, dat wij het in ieder geval echt op prijs hebben gesteld als college, dat u überhaupt het initiatief weer genomen heeft. Het schijnt heel gebruikelijk te zijn op dit moment, maar dit was in ieder geval al de 2e keer, de 3e keer dat in Dalfsen gebeurde. Dus bij ons is het gewoon cultuur, denk ik. En het past ook bij de manier van samenwerken, die buitengewoon waardevol is. Dus ik wil u feliciteren met het feit dat u naar alle waarschijnlijkheid dadelijk unaniem deze raadsagenda gaat vaststellen. Mag ik hem ter besluit voor me voorleggen? In beeld 4. Raadsagenda 2018-2022, kleurrijke kubus. Het voorstel is de raadsagenda 2018-2022, kleurrijke kubus vast te stellen. Wie van u is het daarmee eens? Dat bent u allemaal met algemene stemmen. Dank u wel. 6. Coalitiedocument 2018-2022. Dichtbij Dalfsen, dichtbij. Gemeente Belang en het CDA hebben dit coalitiedocument opgesteld. En dat is een uitwerking van de raadsagenda. Het overdragsdocument en de verkiezingsprogramma's van de beide partijen. En dit coalitiedocument bieden zij ter kennisgeving aan de raad. U besluit er dus niet over. Dat hebben zij gedaan. Daarom heet het ook een coalitiedocument. Maar u mag ze natuurlijk wel bevragen. Want dat mag u namelijk altijd. Dus misschien heeft u daar ook behoefte aan. In dit geval is wel duidelijk aan wie u de vraag moet adresseren. Dat zijn namelijk de fracties van gemeentebelangen en van het CDA. Wie van u mag ik het woord geven? En ik kijk dan maar naar de heer Nijkamp, want het lijkt me dan logisch dat ik bij u begin. Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van de coalitieonderhandelingen, besprekingen en het opleveren van dit coalitiedocument het volgende. Optie 1 van de mogelijke coalitie is werkelijkheid geworden. En het zal vast geen geheim zijn dat wij ook best wel gecharmeerd waren van optie 2.
Maar we vinden het erg belangrijk dat deze coalitieonderhandelingen in dit tempo en ook uiteindelijk met dit resultaat er staat. De ChristenUnie wil in deze periode zich inzetten op het ontwikkelen van het goede voor onze burgers, voor onze inwoners. En we willen hierbij in het bijzonder aandacht geven aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Nou, de kleurrijke kubus, de raadsagenda geeft daarvoor een mooie onderlegger. En in het coalitiedocument zijn deze onderwerpen verder uitgewerkt. En wij vinden daar mooie richtingaanwijzers in zitten. Onze fractie wil met dit voor ogen positief zijn richting de coalitie zoals die hier wordt samengesteld. En waar nodig aanvullend en misschien soms ook kritisch in deze raad opereren. Er lijkt nog veel ruimte aanwezig om bijdrage te kunnen leveren. En we noemen een paar punten. Ik wil eerst beginnen met een aantal mooie positieve punten. Eerst dichtbij. Dat is een onderdeel van de titel. Die komt twee keer voor in het coalitiedocument. Dat geeft een warm gevoel. Misschien dat we daar vandaag iets wat minder om verlegen zitten. Maar het is wel een heel mooi begrip. En tegelijkertijd, en dat staat daar ook in, Dalfsen is niet een eiland. We moeten ook werken aan Dalfsen in de regio en zelfs daarbuiten. Eigen identiteit van Dalfsen in een sterke regio. Andere mooie punten die we gevonden hebben, en ik ben niet volledig hiermee, inclusieve samenleving, de verbindingen in de wijk, die twee kunnen misschien ook wel heel mooi samengaan, en een digitale agenda en de aandacht voor privacy, met name in het sociale domein. Er zijn ook best een paar punten waar we te zijn de tijd wat kritischer over zullen zijn. We wilden toch een... Kijk, ik krijg meteen bijval. Voor alle duidelijkheid, ik heb bij het begin gezegd, wat mij betreft, zoveel mogelijk blerende kinderen. Ja, oké. Okay. En nou, als u daar anders over denkt, ja, dan vind ik dat u degene bent die een probleem heeft. Want zonder blerende kinderen komen we nergens. Nee, zo is dat. Uiteindelijk is dat wel de toekomst. Dacht ik. Ja. Nou, dan toch een paar punten die we wel willen noemen. Op het gebied van recreatie en toerisme. Lezen wij dat er een idee is om aan de overkant van de Vecht een aantal pontons te ontwikkelen. Wij als raad, laat ik dan maar zeggen de voorgaande raad, maar uiteindelijk is dat ook de raad, heeft altijd gezegd van nou woningbouw en dat soort zaken, dat gaan we dus zeker niet aan de zuidkant van de Vecht doen. Dus het verbaast ons een beetje dat we nu ja, dit voor ogen hebben en wij vrezen toch wel voor een verdergaande verrommeling van het beeld als je vanuit Dalfsen kijkt. Want dat is echt een uniek beeld over de landerijen. Nou, tweede punt, dat zult u van ons ook niet vreemd vinden, dat het ten aanzien van de openstelling van de winkels op zondag een iets wat ander standpunt hebben. Nou, de coalitie schuift in dit onderwerp nadrukkelijk op. We wachten uiteraard de beweging die dat met zich meebrengt af. Een laatste puntje wat we toch even, waar we de vinger bij willen leggen, is de overkapping van het zwembad in Dalfsen. Wij denken van, wees daar in ieder geval voorzichtig mee. Kijk ook zeker naar het financieel meerjarenperspectief. Daar gaan we volgende maand over nadenken. Maar misschien is er ook een mogelijkheid om wat meer aansluiting te vinden bij een overdekt zwembad wat 400 meter verder ligt. Het is maar een idee. Maar wat ons betreft zijn dit gewoon een paar punten waar we zeker nog wel nader over zullen spreken. Verder waardering voor het werk wat gedaan is en we hopen op een goede samenwerking. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Positieve grondhouding en op onderliggende dossiers uiteraard kritisch, zo versta ik u. Mag ik naar de heer Broer van de Partij van de Arbeid? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vrees dat ik het toch net iets langer heb gemaakt, maar ik ga mijn best doen, zeker ook voor de mensen op de tribune. Afgelopen week mochten wij het coalitieprogramma met de titel Dichtbij, Dalfsen dichtbij ontvangen. Het resultaat van een proces dat begon, zoals de burgemeester net al ook even aan refereerde, met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Na een zorgvuldige informatieronde kozen zowel gemeentebelangen als het CDA enthousiast voor elkaar. De partijen gaan nog eens 4 jaar met elkaar door. Het resultaat van die onderhandelingen ligt nu voor ons. Dit resultaat zal de komende 4 jaar bepalen welke koers er gevaren gaat worden in de gemeente Dalfsen. Op dat varen komen ook wij straks nog even terug. Laat ik met de deur in huis vallen. Wij zijn overwegend positief. Dit coalitieakkoord ademt een sociaal en duurzaam geluid uit. Wij zijn een geluid dat ons past en waar wij de komende jaren graag een positieve bijdrage aan leveren.
Blij zijn wij met gekozen prioriteiten, zoals armoedebestrijding, de inzet op duurzaamheid, de inzet voor onze basisvoorzieningen, zoals zwembaden, openbaar vervoer en consultatiebureaus, en de ambities rondom verkeersveiligheid, met daarin ook specifiek een plek voor de fietsnelweg. Naast deze inhoudelijke punten straalt het stuk vooral ook uit dat we meer met onze inwoners willen spreken dan over onze inwoners. En dat is gezien de ervaring van onze inwoners de afgelopen 8 jaar echt winst. Het is duidelijk dat de onderhandelaars van dit document niet alleen geput hebben uit de verkiezingsprogramma's van Gemeentebelangen en het CDA. En dat bedoel ik als een groot compliment. Maar, voorzitter, zoals gezegd, een overwegend positieve beoordeling van de Partij van de Arbeid-fractie. Maar natuurlijk zijn er ook voor ons een aantal onderwerpen waar onze fractie graag andere accenten had gezien. En zijn er een aantal onderwerpen waar wij het als Partij van de Arbeid domweg niet mee eens zijn. Op deze onderwerpen mag de coalitie de komende jaren naast constructieve, ook activistische politiek van ons verwachten. Vaak gaat het bij een stuk als een coalitieakkoord ook over hoe je iets opschrijft. Wat dat betreft hopen wij dat er zin als de groep die onvoldoende meewerkt aan een terugkeer in het arbeidsproces willen we aanpakken, geen precedent voor de toekomst is. Want aanpakken is hier toch echt de verkeerde term. We snappen dat je de problemen waar deze mensen voor staan te lijf wil gaan. En als je het zo leest is het prima, maar het leest net wat anders. Als het gaat om de woningbouw delen wij de ambitie om alle doelgroepen, zowel koop als huur, in alle kernen van een woning te kunnen voorzien. Wij werken dit graag samen uit in onze nieuwe woonvisie. Waar wij in dit geval wat minder van gecharmeerd zijn, is dan een zin als dat sociale huur ook sociale huur moet blijven. Dat klinkt als een logisch voornemen. Maar op dit moment is er in veel kernen helemaal geen aanbod voor deze groep doorstromers. Dan zet je mensen dus feitelijk op straat. Een erg vreemde en onvriendelijke uitspraak. Ook de paragraaf over zorg en welzijn stemt ons in grote lijnen tevreden. Wel zouden wij hier wat meer terugzien over preventie. Dit zien we nu wat weinig terug. En ook bij het onderwerp jeugdzorg wordt het probleem helder en duidelijk geconstateerd, maar zien we nog weinig in een antwoord. Aan duurzaamheid wordt zoals eerder al geconstateerd een flinke paragraaf gewijd. Vooral het onderdeel voor en door onze gemeenschap spreekt ons erg aan. Maar als we verder kijken wat we nu werkelijk gaan doen om een versnelling aan te brengen, blijft het wel wat stil. Eerst energie opwekken op daken in plaats van het aanleggen van zonnevelden of het realiseren van windturbines klinkt leuk, maar brengt ons niet snel genoeg verder. Hoe snel wil dit college nou eigenlijk gaan op dit onderwerp? We gaan het zien bij het vaststellen van nieuw duurzaamheidsbeleid. Wat de Partij van de Arbeid-fractie betreft laat dit beleid niet lang op zich wachten en we hebben daar ook al wat over gezegd in onze raadsagenda. Als het gaat om opwekken, als het gaat om besparen en als het gaat om onze mobiliteit, zullen we als gemeente gaan veranderen. De Partij van de Arbeid-fractie wil af van een politiek waarbij we dit ontkennen of waarbij we deze maatregelen voor ons uitschuiven. We willen toe naar een politiek waarbij deze transitie een kans is voor onze ondernemers en onze inwoners en we deze met beide handen grijpen. En dan als laatste. Ik gaf eerder al aan dat ik even terug wilde komen op het onderwerp varen. En dan meer specifiek varen op de vecht. Het nieuwe college blijkt in ieder geval op de vecht een vernieuwende koers te willen varen. In tegenstelling tot het verleden, waarbij Dalfsen een sterk voorvechter was van een rustige, halfnatuurlijke laaglandrivier, met daarin een beperkt aantal recreatieve voorzieningen van topniveau, lijken de coalitiepartijen nu wat jaloers naar het oosten te kijken. En ik doel dan op de kermis van de gemeente Ommen, want dat durf ik het soms wel te noemen. Wij zijn tegenstander van activiteiten aan de zuidkant van de vecht bij het dorp Dalfsen. We hebben het waterfront niet voor niets het waterfront genoemd. Vanuit het dorp kijken we op een prachtige uiterwaarde. Dit willen wij graag zo houden. Daarnaast zijn we überhaupt wat voorzichtig met het opschalen van bevaarbaarheid van de rivier. De Vecht is een unieke rivier in Nederland die zich kenmerkt door rust en ruimte en unieke natuurwaardes bezit. Denk aan de recente terugkeer van de otter in ons gebied. Wij zullen altijd op blijven komen voor deze kwetsbare waarden. En zien dan ook meer in het gebalanceerde verhaal van voorgaande colleges op dit onderwerp. Dit is beter voor de natuur, beter voor de leefbaarheid en beter voor onze recreatieondernemers. En deze zijn ons allen even lief. Voorzitter, zomaar een aantal punten waar we wat van vinden. Positief of negatief. Voorop staat dat wij dit college ongelooflijk in deze coalitie, want daar hebben we het nu nog over, vooral heel veel succes wensen. En wij graag een bijdrage leveren aan ons mooie Dalfsen. Dank u wel. Dank u wel, meneer
behoren. Vindt u het goed dat ik onmiddellijk doorga naar de heer Schrijver van D66? D66 heeft ook met veel interesse het coalitiedocument doorgenomen en komt tot de conclusie. Er zit een belangrijke sociale duurzame component in. Continuïteit, stabiliteit waren factoren die nagestreefd werden. Maar ongemerkt leidt dat er ook toe dat het document niet echt een vlammende ambitie uitstraalt en zo nu en dan instrumenteel geformuleerd is. En als ik kijk naar het eerste hoofdstuk na de inleiding, de echte participatie die je nodig hebt voor evenwichtige besluitvorming. Er staat wel burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing, maar voor effectieve participatie hebben mensen soms ook ondersteuning nodig ten behoeve van de professionalisering. Tegenspraak is wenselijk. Dat lijkt soms contra-intuïtief, maar het is juist verrijkend voor een gedragen besluitvorming. Ik pak even wat andere onderwerpen eruit. Er is sprake van een asbestduurzaamheidsfonds. Dat lijkt mij op zich een goed idee om liquiditeitsproblemen te kunnen wegnemen bij betrokkenen. En een onderdeel waar ik dan wel enige vlammen bij zag, dat is het actueel landelijke onderwerp houtrookoverlast. En die vlammen die zullen waarschijnlijk voor nog iets meer rook zorgen. Maar het is natuurlijk maar een klein deel van alle componenten die de luchtkwaliteit bepalen. En het is wel iets om lokaal aandacht aan te besteden, maar ook aan andere aspecten als ultrafijnstof, et cetera. Om even een klein voorbeeld te geven van de wijze waarop het instrumenteel is geformuleerd. Het is ook al op Twitter opgevallen. Er staat ergens minder protocol en meer maatwerk. De introductie van kerngerichte multidisciplinaire teams met casusregisseurs is een goede stap om vraagstukken integraal en meer kerngericht te bekijken. Hij heeft denk ik nader uitleg nodig. Dan bij omzien naar elkaar. Ik heb daar even een kleine opmerking bij. De alinea begint met vrijwilligers zijn belangrijk in de Dalfse samenleving. In het verenigingsleven en in maatschappelijke organisaties nemen zij een onmisbare plaats in. En daarna gaat de hele alinea over mantelzorgers. Ik weet niet of het bewust is gebeurd of onbewust, maar mantelzorgers zijn natuurlijk geen vrijwilligers. Want mantelzorg, dat overkomt je. En vrijwilligerswerk, dat kies je zelf. Als ik de armoedeparagraaf bekijk, dan staat er in armoede, dat moeten we met z'n allen zien te voorkomen. Wij spannen ons in voor voldoende werkgelegenheid, ondersteuning van financiële huishoudingen en het tegengaan van laaggeletterdheid. Uiteraard zal de gemeente dat niet alleen kunnen, daar hebben we hulp bij nodig. Ook bij de jeugdzorg zie ik een tamelijk instrumenteel geformuleerde alinea. En ik vraag me af welke ambitie wordt daarmee nagestreefd. En dan bij de omgevingswet zie ik dat opnieuw gebeuren. Een hele alinea, wij zetten in op een goede landing van de omgevingswet bij het bestuur en de ambtelijke organisatie. Ik zal hem niet helemaal voorlezen. Ook hier een instrumentele benadering en het vertrouwen uitspreken dat de vergunningaanvrager meer de eigenaar van het proces is en de energie overbrengt en vasthoudt, dat mis ik er eigenlijk aan. Bij het verkeer en de mobiliteit, het is door de vraagsteller in de vragenronde Leander al genoemd, bij de N35 en de effecten daarvan, zoals het kruispunt Hagenweg, wellicht is er extra budget voor Dalfse belangen in aanpassingen van het onderliggende wegennet. En dan als laatste de regio Zwolle. Daarin wordt nadrukkelijk de samenwerking in een economische structuur in de regio als te versterkend genoemd. Ik zie met name ook mogelijkheden om in Vechtdalverband qua recreatie en toerisme nadere aandacht te besteden aan samenwerking. De natuur heeft het namelijk moeilijk in combinatie met intensief gebruik van de ruimte. De waarden van het Vechtdal zijn rust en ruimte en ecotourisme. Past ons beter dan massatoerisme? Hoe borgen wij die waarden? Het sluit eigenlijk aan bij de laatste alinea van bij de PvdA. Kunst, cultuur en natuur, een ideale uitgangspositie voor duurzaam toerisme gebaseerd op vooral verblijfsrecreatie, geen massatoerisme. D66-houding is positief kritisch. Wij denken mee, maar we zullen ook tegenspraak leveren daar waar nodig. Dank u wel, meneer Schrijver, en daar bent u al mee begonnen. Ik geef het woord aan de heer Veldhuis van de VVD.
Dank u, voorzitter. De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de coalitieonderhandelingen tussen gemeentebelangen en het CDA. Dat heeft geresulteerd in een mooi huwelijk tussen beide partijen. Vanaf onze kant felicitaties. We zien voor ons, wat voor ons belangrijke punten zijn, zijn wonen, duurzaamheid en de transitie van het sociaal domein. Die zien we terugkomen. Daar zijn we blij mee dat dat ook voldoende aandacht gaat krijgen. Ook de participatie is voor ons, heeft bij ons aandacht de afgelopen jaren gehad. En we zijn ook blij dat we dit terug zien komen in het voorliggend coalitiedocument. We zien ook andere punten terugkomen die ook toevallig in ons verkiezingsprogramma hebben gestaan. We hebben het nu voor de laatste keer over de verkiezingen, dus nu mogen we nog even. En daar zijn we ook blij omdat het terugkomt. Het tegengaan van de lage lettertijd, proeven met wonen zoals bijvoorbeeld tiny houses, gemengd wonen, jongeren en ouderen en nieuwe woonvormen. We zijn ook verheugd met het idee voor dat asbestfonds, daar kunt u ons zeker in vinden. Toch hebben we nog even bij het kopje burgerparticipatie. Daar wordt eigenlijk alleen ingegaan op de burgerparticipatie in relatie tot de raad. Wat we missen hier is nog de bestuurlijke vernieuwing. Er zal de komende jaren veel op de gemeente afkomen. En hier zal de gemeentelijke organisatie op moeten anticiperen en reageren. Wij moeten als raad ook onze controlerende taak hierbij goed kunnen uitvoeren, over participatie gesproken, en rekening houdend met de veranderingen. Burgerparticipatie heeft alleen kans van slagen bij een transparante overheid en hierbij hoort dus ook een transparante verantwoording, dus ook betere KPI's. Daar hebben wij een tweetal vragen die we terug zagen komen, tenminste naar aanleiding van het document. Duurzaamheid. Er wordt gekozen om eerst de daken vol te zetten met zonnepanelen. Eigenlijk is onze vraag van, zou dit voldoende zijn om die doelstellingen te kunnen halen? En wat heeft daarna voor de coalitiepartijen de voorkeur? Zonneweiden of windmolens? En op welke wijze gaat u inwoners, ondernemers, noem maar op, iedereen die daarbij betrokken wordt, stimuleren om een steentje bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen? Het gaat om het woord stimuleren waar wij naar keken. Van, ja, heeft u daar misschien al een beeld bij? Nou, voor de rest hebben wij de komende jaren aandacht voor het meetbaar maken van de KPI's. Duidelijk meetbare KPI's en een gezonde financiële basis. Dat zijn voor ons belangrijke punten om te kunnen sturen als raad. En hier zult u ons ook op vinden op uw weg, op onze weg die we met z'n allen ingaan. Wij wensen het college veel succes met de uitvoering van het komende coalitieprogramma. Dank u wel, meneer Veldhuis. En dat brengt me onmiddellijk in de positie om te zeggen dat het college uiteraard ook de raad dadelijk veel succes wenst bij de uitvoering van het coalitiedocument. Want dat gaan we echt niet alleen doen. Ik zou de heer Ramak en mevrouw Ramon, ik ga u dadelijk in de gelegenheid stellen om te reageren, maar ik zou u willen vragen om niet in te gaan op de verleiding om nu al inhoudelijke debatten te gaan voeren over onderwerpen. Nee, wilt u dat alsjeblieft niet gaan doen? De heer Veldhuis deed het heel geraffineerd. Je kunt zien dat hij alweer een tijdje meegaat, maar om nu de discussie te gaan voeren over hoe u burgers gaat betrekken bij besluitvorming, of eerst de zonneparken komen en dan de windmolens of andersom, ik weet niet meer hoe die geformuleerd is, dat zou ik u willen vragen om dat niet te doen. Hou het op hoofdlijnen en die discussies komen op het moment dat de voorstellen hier op tafel komen. En dan zal de heer Veldhuis u ongetwijfeld wederom bevragen, maar dat is dan aan de hand van collegevoorstellen en niet aan de hand van een coalitiedocument. Meneer Ramaker. Ja, dank u, voorzitter. We zijn blij met de complimenten en ik heb ze gehoord van alle partijen, gelukkig maar. En ook dat de basis die terugkomt, er is goed geluisterd naar de raadsagenda. En ja, waar u niet zo tevreden over bent, dat kan ik snappen. Want we hebben te maken ook met oppositie. Het is een document van CDA en gemeentebelangen. Dus ja, daar komen we nog nader over te spreken. Dus dat is de uitdaging ook voor de komende 4 jaar om die onderwerpen straks goed te bespreken met elkaar. Nou, de burgemeester zei al inhoudelijk niet op ingaan. Dus blij met de complimenten en ik hoop en ik wens het college heel veel sterkte. Ja, ons als raad natuurlijk. Ik word hier wel een beetje ijdel gebruikt, geloof ik. Mevrouw Rameman. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook namens CDA dank voor de uitgesproken woorden dat het over hoofdlijnen toch zeer positief is. Ook al zijn sommige tekststukken wat instrumenteel volgens D66.
We mochten niet ingaan op de onderwerpen, maar ik wil wel even aangeven, wij staan voor natuur, recreatie en agrariërs in balans. Dus als je het over de vecht hebt of over andere zaken, dat is wel onze achtergrond, dus daar zullen wij continu mee bezig zijn met de onderwerpen die voorkomen. En daar wil ik het dan bij laten op dit moment. Dank u wel. Ik wil met name de oppositiepartij bedanken voor de uitgebreide inbreng. Want u heeft hier eigenlijk al mee een soort algemene beschouwing gegeven met betrekking tot dit coalitiedocument. Dank daarvoor. Maar dat is ook, denk ik, voor iedereen die straks aan de uitwerking van beleid moet gaan werken, ook van belang om te weten hoe u er tegenaan kijkt. Dus dank. Ik zou graag naar het volgende agendapunt willen, als dat mag. En dan ga ik naar agendapunt 7, benoeming wethouders. Dan ga ik natuurlijk mijn jasje aandoen. Ja, ik moet nog wat dingen voorlezen, maar voor de mensen thuis en in de zaal. Het is niet uit gebrek aan respect dat ik het jasje niet aan had, maar het was gewoon echt verschrikkelijk warm. Agenda punt 7, benoeming wethouders. Op grond van artikel 35 van de gemeentewet dient de raad de wethouders te benoemen. En zij vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders, dat weet u. En als zodanig zijn zij verantwoordelijk als dagelijks bestuur voor de uitvoering van de gemaakte afspraken. En de kandidaten voor deze functie zijn de raadsleden Van Leeuwen, Schuurman en Uitslag. Formeel moet ik nu de raad voorstellen om een commissie in te stellen voor het onderzoek naar de kloosbrief, om te kijken of de wethouders aan de door de wet gestelde eisen voldoen. En ik stel voor om deze commissie voor alle benoemingen voor vanavond te gebruiken. Vindt u dat goed? Eén commissie en doet al het werk. En die bestaat uit mevrouw Eilert, de heer Veldman en mevrouw Haarman als voorzitter. Gaat u daarmee akkoord? Dan hebben we die commissie benoemd. Want u stelt die commissie namelijk in. En, het zal u niet verbazen, de commissie heeft zijn onderzoek al gedaan. En ik geef het woord aan mevrouw Haarman. Ja, dank u wel, voorzitter. De commissie uit de raad van de gemeente Dalfsen. In wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de gemeentewet gevorderde stukken ingezonden door de heer R.W.J. van Leeuwen, Ruud, geboren op 12 september 1954. De heer A. Schuurman, André, geboren op 17 april 1970. En de heer J.W. Uitslag, Jan, geboren op 7 mei 1970, rapporteert de raad van de gemeente Dalfsen dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. De commissie concludeert dat de kandidaten aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen en daarmee benoembaar zijn als wethouder van de gemeente Dalfsen. Dank u. Dank u wel, mevrouw Haarman. Nu doe ik even een piepklein college stemmen. U moet dadelijk gaan stemmen. Dat is omdat het gaat over personen, is dat anoniem. Dan moet u opschrijven. Dus we kunnen ook niet controleren of u het zo gedaan heeft dadelijk, want het is anoniem. Dat is eigenlijk wel jammer. Maar u heeft als leden van de raad stemplicht. Ik heb wel eens meegemaakt dat bijvoorbeeld dan iemand zei van ja, maar het gaat ook over mijn kandidatuur en dan vind ik niet dat ik daarop mag stemmen. Dat is dan een morele opvatting die in strijd is met de wet. Ik zou u dat echt willen vertellen. U heeft de plicht om te stemmen. Dus als u vindt dat u het niet moet worden, meneer Schuurman, dan stemt u maar gewoon tegen. Lijkt mij merkwaardig, maar goed. Maar u moet echt stemmen. Ik kan er niks aan doen. Maak hem alsjeblieft niet ongeldig. Dat is gewoon slordig. Dat gezegd hebbende, schors ik de vergadering. En wachten wij het antwoord van de stemcommissie af. Ik schors de waarheid voor een enkele minuut en blijven alsjeblieft even zitten. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Ik geef het woord aan mevrouw Haarman. Dank u wel, voorzitter. Geen van de raadsleden dienen zich te onthouden van stemming. Het aantal uitgegeven stembriefjes is 21. Er zijn ook 21 stembriefjes ingeleverd en daarmee is deze stemming geldig. Het aantal behoorlijk ingevulde stembriefjes bedraagt 21. Voor de eerste benoeming tot wethouder zijn er 21 stemmen uitgebracht op de heer Van Leeuwen. En daarmee is hij benoemd tot wethouder van de raad. Voor de tweede benoeming tot wethouder zijn er 21 stemmen uitgebracht op de heer Schuurman. Daarmee is hij benoemd tot wethouder van de raad.
Voor de derde benoeming tot wethouder zijn er 21 stemmen uitgebracht op de heer Uitslag. En daarmee is hij benoemd tot wethouder van de raad. Mevrouw Hamer, dank u wel. En dan kunnen we overgaan tot de beëdiging van de wethouders. Dat doen we bij het spreekgestoelte. En ik roep u één voor één op, als u dat goed vindt. En ik zou graag raadslid Van Leeuwen als eerste willen vragen om bij me te komen. En als ik het goed heb, meneer Van Leeuwen, legt u de verklaring af. Ik lees voor en u weet dat u de slotzin moet uitspreken. Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Van harte gefeliciteerd met deze tweede keer. Ja. U mag achter de collegetafel plaats gaan nemen, want u bent nu toegelaten als wethouder. Ik zou... Ja, en dit keer... Dit keer hebben wij wel voor bloemen gezorgd. Voor degenen die dat niet begrijpen, hou het zo. Meneer Uitslag, mag ik u uitnodigen? U legt de eed af. Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk, help mij, God almachtig. Dank u wel. Ook voor u welkom, wederom in ons midden. Ook u bent raadslid af. Maar u kunt naast de heer Van Leeuwen niet een onbekende voor u plaatsnemen. Ja. Meneer Schuurman, mag ik u als laatste uitnodigen? En voor u ook de verklaring. Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Ook voor u. Tot slot, u maakt het team compleet. Wederom welkom. Als onze Benjamin mag ik u uitnodigen om plaats te nemen naast onze senior, de heer Van Leeuwen. Dames en heren, we moeten dit nog een keer doen, maar dan niet voor de wethouders. Maar om de drie leden, de drie vacatures die zijn ontstaan, om die, omdat daar in de opvolger voorzien moet worden. En mijn voorstel is om wederom dezelfde kandidaten te benoemen voor de benoemingscommissie. Bent u daarmee akkoord? Ja? En dan kunnen we met de geloofsbrieven aan de gang. Doen we dat.
Ja, voorzitter. De commissie uit de Raad van de Gemeente Dalfsen in wier handen werden gestelde geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken ingezonden door de heer J.G. Ellebroek Hans, de heer G.M.M. Jutten Gerard, de heer R.H. Kouwen Roel, benoemd tot leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen, rapporteert de Raad van de Gemeente Dalfsen dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. En de commissie adviseert dan ook tot toelating als lid van de Raad van de Gemeente Dalfsen. Dankjewel, mevrouw Haarman. We gaan nu niet schriftelijk stemmen, want het stemmen is al gebeurd, namelijk door de burgers van deze gemeente. Die hebben gestemd. En nu gaat het alleen maar nog om de vraag, laten we deze mensen toe? Voldoen ze aan de formele eisen? En dat is onderzocht door de commissie. Dus we kunnen dit besluit gewoon nemen. Dat is iets anders dan de stemming. En mag ik het besluit dan in beeld? En het voorstel is te besluiten tot toelating van de heren Jutte, Ellebroek en Kouwe tot de raad. Wie van u gaat daarmee akkoord? Dat doet u allemaal. Dan is dat met algemene stemmen gebeurd. En dan ga ik wederom naar het spreekgestoel. Meneer Kouwe, mag ik u als eerste uitnodigen? En voor u de eed? Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk. Neem me niet kwalijk, de verklaring. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Wederom, welkom terug, zou ik willen zeggen. Dank u wel. Er is een plekje vrij, dan mag u gaan zitten. U heeft bij uw afscheid een naambordje gekregen, dat mag u weer gebruiken. Ja. Meneer Jutte, mag ik u uitnodigen? Voor u de verklaring of de eed? Verklaring. Ook voor u de verklaring. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zou zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Ook voor u, welkom terug. Ja. En er is een plekje vrij. U mag daar gaan zitten. Ja. En dan meneer Ellebroek. Voor u de verklaring. Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waar de helper bij God almacht. Ook voor u. Van harte welkom. Ja, terug in de raad. En dan mogen de nu weer toegelaten leden de presentielijst dadelijk tekenen, zodat die weer compleet is. En dan gaan wij naar agenda punt 9. En dat is de benoeming van het presidium. De Rekenkamercommissie. En de monitoringscommissie De Spil. Meneer Smit van de Rekenkamercommissie, welkom. Het voorstel komt rechtstreeks in de raad. Ik hoop dat u daarmee akkoord bent. En nu de raad compleet is, is het zaak om ook alle vacatures in de verschillende commissies op te vullen. En dan kunnen we weer echt akkiet. De kandidaat voor plaatsvervangend voorzitter van het presidium en lid van de werkgevercommissie is mevrouw Raleman.
Voor de Rekenkamercommissie als extern voorzitter is dat de heer Jan Smit. En als leden zijn er mevrouw Lasje, de heer Dankerman en de heer Veldhuis. En voor de monitoringscommissie van de Spil zijn dat de heren Massier en Rodenboog. Heeft u behoefte aan een informerende ronde? Niet. Opinierende ronde? Ook niet. Dan stel ik voor dat we een gecombineerde stemming houden. En dat is voor alle benoemingen tegelijkertijd. In één keer. Bent u daarmee akkoord? Dat zou echt fijn zijn. En dan ga ik nu, de geloofsbrievencommissie hadden we al ingesteld, dat was namelijk die vorige. En dan schors ik nu even voor de stemming en dan wachten we even de uitkomst af. Ik schors een enkele minuut en we blijven hier zitten. Dames en heren, ik heropen de vergadering en geef het woord aan mevrouw Hamer. Dank u wel, voorzitter. Geen van de raadsleden dienen zich te onthouden van stemming. Het aantal uitgegeven stembriefjes is 21. Er zijn ook 21 stembriefjes ingeleverd en daarmee is de stemming geldig. Het aantal behoorlijk ingevulde stembriefjes bedraagt 20. Er is één niet behoorlijk ingevuld stembriefje. Dit betreft een onderdeel dat niet is ingevuld. We hebben dit stembriefje wel meegenomen bij de bepaling van de uitslag. En voor de benoeming tot plaatsvervangend voorzitter van het presidium zijn er 21 stemmen uitgebracht op mevrouw Rameman. En daarmee is zij benoemd. Voor de eerste benoeming tot lid van de Rekenkamercommissie zijn er 21 stemmen uitgebracht op mevrouw Lasje. En daarmee is zij benoemd. Voor de tweede benoeming tot lid van de Rekenkamercommissie zijn er 21 stemmen uitgebracht op de heer Dankerman. En daarmee is hij benoemd. Voor de derde benoeming tot lid van de Rekenkamercommissie zijn er 21 stemmen uitgebracht op de heer Veldhuis. En daarmee is hij benoemd. Voor de benoeming tot voorzitter van de Rekenkamercommissie zijn 20 stemmen uitgebracht op de heer Smit en 0 stemmen tegen. En daarmee is hij benoemd. Voor de eerste benoeming tot lid van de monitoringscommissie zijn er 21 stemmen uitgebracht op de heer Massier. En daarmee is hij benoemd. Voor de tweede benoeming tot lid van de monitoringscommissie zijn er 21 stemmen uitgebracht op de heer Rodenboog. En daarmee is hij benoemd. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Haarman. Daarmee is dit gedaan. De heer Smit zullen we dadelijk nog even moeten beëdigen. Maar als u het goed vindt, meneer Smit, wacht ik daar nog heel even mee. Want ik heb nog een punt van orde. Want u moet nog stemmen over een herziening van het reglement van orde, zodat de Raad een vaste commissie voor de geloofsbrieven in kan stellen. Zouden wij echt fijn vinden. Het scheelt ons boel gedoe. En mijn vraag is nu of u daarmee akkoord zou kunnen gaan. Het voorstel is om te... Mag ik het onmiddellijk in stemming brengen of wilt u daar uitgebreid over gaan praten? Dan breng ik het onmiddellijk in stemming. Het voorstel is te besluiten om tot de volgende benoemingen. Mevrouw Rameman als plaatsvervangend voorzitter van het presidium. Nee, dat is al gedaan. Twee, de tweede wijzigingsverordening reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de Gemeente Dalfsen 2014 vast te stellen. Mag ik het gewoon in stemming brengen? Wie van u gaat daarmee akkoord met beide? Dat doet u allemaal. En daarmee is de benoeming van het presidium en de wijziging van het reglement van orde daartoe besloten. Meneer Smit, mag ik u uitnodigen? En u legt de eed af. Ik zweer dat ik om tot voorzitter van de Rekenkamercommissie benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als voorzitter van de Rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. En fijn dat u nog een tijdje wilt doen. Daar zijn we blij mee. Welkom. En ook voor u een bos bloemen. Ja, ja. En ik stel voor, denk ik, griffier, ik denk dat het mag, hè. Ik stel voor dat we de vergadering voor een paar minuten schorsen. Zodat we iedereen in de gelegenheid stelt om elkaar te feliciteren. En als u dat dan gedaan heeft, dan gaan we gewoon lekker aan het werk en besluiten nemen en dat soort dingen. Ik schors de vergadering voor een 10 minuten. Vergadering. Ik ga naar agenda punt 10, preventie- en handhavingsplan alcohol.
Is er een akkoordstuk? Kijk even rond. Is het dat? Ja? Voorstel is het preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2022 vast te stellen. U gaat ermee akkoord? Yes. Doet u allemaal? Dan is dat 11. Programmaplan, implementatie. Programmaplan, implementatie, omgevingswet. Nou, D66 wilde nog een fractieverband over kosten spreken. Ik kom voornamelijk naar stemverklaring. Verder heb ik geen opmerking als het goed is. Meneer Schrijver, wilt u nog een stemverklaring afgeven? Ja, de stemverklaring is eigenlijk ook al in de commissievergadering geformuleerd. We hadden graag wat meer onderbouwde projectomschrijving gezien van de participatie. Maar als ik het goed lees, dan komt het in het vierde kwartaal van 2018. Oké, prima. Dan kijk ik even. U bent allemaal akkoord. Kijk even rond. Ja, ik mag hem in stemming brengen. Voorstel is het programmaplan implementatie omgevingswet vast te stellen. En tweede, financiële gevolgen van de implementatie van de omgevingswet A. 922.000 euro mee te nemen bij de integrale afweging in de perspectiefnota 2019-2022. Ik kijk even rond. U bent akkoord, allemaal? Algemene stemmen aangenomen. Dan agenda punt 12, kadernota afstand tot de arbeidsmarkt, participatiewet. Het voorstel is om de kadernota afstand tot de arbeidsmarkt vast te stellen. Akkoordstuk volgens ons, klopt dat? Ja, mag ik mijn stemming brengen? Wie van u gaat akkoord? Doet u allemaal? Algemene stemmen aangenomen. Spreekstukken. Een aantal daarvan zijn bespreekstukken omdat ze gewoon rechtstreeks in de raad komen. En dat geldt in ieder geval voor twee benoemingen. En dat is benoeming, en dat is agenda punt 13 en 14. En ik wilde de behandeling ervan een beetje combineren, als u dat goed vindt. Het is namelijk de benoeming nieuw bestuurslid van Stichting Theater de Stoomfabriek. Dat is agenda punt 13. En 14 is de benoeming van een lidraad van toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. En beide moeten weer schriftelijk gebeuren. Schriftelijke stemming, als ik het goed heb. Klopt, hè? Ja. En mij leek het dan handig om die schriftelijke stemming in één keer te doen, als u dat goed vindt. En dan ga ik eerst naar agenda punt 13. En dat gaat om mevrouw Femke Sinema. In de statuten van de stichting is opgenomen dat nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het college aan de raad. En daarnaast, na de benoeming van mevrouw Sinema, zouden wij u ook willen voorstellen om deze toch wel erg omslachtige benoemingswijze te wijzigen. En het vervolg te mandateren aan het college. Bespreking in twee ronden. Mevrouw Broer. Meneer Broer. Even na. Dank u wel. Ja, nee, dank u wel, voorzitter. Wij hebben verder geen opmerkingen bij deze benoeming. Hartstikke goed. Het gaat even om bespreekpunt 2, inderdaad. De vraag die wij daarbij hadden is eens dat het benoemen door de raad erg omslachtig is. Dus prima dat wij dat kwijtraken. Ik was wel heel erg benieuwd naar of het college ook een soort van perspectief heeft naar de toekomst toe. Of wij zeg maar voor altijd deze benoemingen blijven doen voor de Stichting Theater Stoomfabriek, als ik het goed zeg. Of dat er een soort plan aan de grondslag ligt van nou, als het 10 jaar lang goed loopt en zich dan mag het op zichzelf en gaan we op een andere manier sturen. Daar hadden wij nog wel een vraag bij. Dank u wel. Anderen nog? Nee? Dan is het goed dat ik daar zelf een antwoord op geef, denk ik. Het was op verzoek van de raad, dringend verzoek van de raad, dat er grip gehouden zou worden op de samenstelling van het bestuur van de stoomfabriek. Niet alleen de samenstelling van het bestuur, maar ook over de wijze van begroten. Omdat daar, denk ik, ik wil het positief formuleren. Omdat men die aandacht wel van belang vond. Mede in het licht van discussies rondom de besturing, de governance van andere voor de gemeente hele belangrijke partijen, zoals de cultuurhuizen. Dus de opvatting van uw raad was toen, en van het college ook, dat het goed zou zijn om greep te houden op de benoeming van bestuursleden van de stoomfabriek. Misschien dat het goed is dat de heer Van Leeuwen iets vertelt over de benoeming van de bestuursleden van de SPIL. En dan kan kort de heer Uitslag aangeven dat het onderwerp in de breedte volgens mij nog een keer terugkomt op de agenda. Maar meneer Van Leeuwen, volgens mij benoemen wij ook de bestuursleden van de SPIL. Ja, dat klopt, voorzitter. En dat heeft alles te maken toch ook met de discussie die we in het verleden met de raad hebben gevoerd over governance van deze instanties.
Die discussie is overigens niet af, vandaar dat collega Uitslag daar nog mee bezig is. Maar er zijn toen, kan ik me nog wel herinneren, in het debat is iets genoemd van ja, als je nou een grens trekt bij het subsidiebedrag wat verstrekt wordt, daaronder zeggen we nou jongens, dat kunnen jullie prima zelf, maar daarboven, boven dat bedrag, worden er een aantal zaken uitgevoerd voor de gemeente of namens de gemeente binnen een aantal cultuurhuizen, waarvan het toch van belang is dat we daar middels governance grip op hebben. En dan meneer Uitslag, want volgens mij gaat u het onderwerp binnenkort agenderen, of vergis ik me? Ja, het is een zeer ongewone inleiding op mijn portefeuille, maar dank daarvoor collega's. Het is inderdaad zo dat we voor projecten, stichtingen, instanties waar we als gemeente grote waarde aan hechten voor wat betreft onze infrastructuur, en dan praten we meer over de zachte infrastructuur, enige grip willen houden. En ook we willen kunnen blijven uitoefenen in het geval van dreigende ontsporing. Dat hebben we bij de speelden al helemaal ingeregeld. Bij de andere culturen zijn we daar druk mee bezig om die gesprekken te voeren. En in datzelfde lijn zijn afspraken met de welzijnsorganisatie gemaakt. De bibliotheek zijn die afspraken aan het maken. En ze hebben de stoomfabriek ook gemaakt. Dus ik verwacht niet op korte termijn daar een andere verandering in. Ik vond eerlijk gezegd dit al een hele brutaal voorstel. Dank u wel. Voldoende, meneer Behoren? Nou, even. Ja, op zich wel. De helder ook. Alleen, er zit een onderliggende vraag achter voor ons. En ik had even de indruk dat we hier nog een keer op terug zouden komen. Dat zou ik zelf heel prettig vinden, omdat we het dan ook inhoudelijk kunnen bespreken. Of we dat allemaal hier ook vinden, dat we bestuursleden van cultuurhuizen moeten benoemen, ik noem maar iets. Dus daar vroeg ik even naar. Als dat zo is, dan is het helemaal prima voor ons nu. Dan kunnen we dat gewoon voor kennisgeving aannemen en dan komen we daar terug over te spreken in deze raad. Als het niet zo is, ja, dan wil ik er toch nog wel iets over zeggen. Dus dat was even. Meneer Uitslag. Er komt een voorstel naar u toe over grip op cultuurhuizen, dus de governance. Dan gaat het over cultuurhuizen. Theater niet bij. Omdat er wel geregeld is. Ja, en dat geldt ook voor het speel, denk ik. Grote mate toch. Oké, dus het komt nog aan de orde. Maar de insteek van de uitslag is denk ik wel helder. Mag ik dan overgaan tot... Nee, mag ik niet. Dan moet ik nu de stemmingscommissie, denk ik, in leven roepen. Ik zou even stemmen over de tweede besluitregeling, waar dat gaat. Mag ik bestemmen over... Mag ik beslissen over... Nou, de... Eén tel. Oké. Voorstel, ik moest even weten of het precies goed ging. Griffier stelt voor om apart te stemmen over besluitregel 2. Het voorstel van burgemeester en wethouders te mandateren om toekomstige bestuursleden te benoemen namens de gemeenteraad. En dan gaat het natuurlijk over toekomstige bestuursleden. Ik wou u eigenlijk gelijk in stemming brengen als u het goed vindt. Ja? Doe ik dat? Nou. Dat is hem dus. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren om toekomstige bestuursleden te benoemen namens de gemeenteraad. Gaat u daarmee akkoord? Dat doet u allemaal. En is die met algemene stemmen aangenomen. En dan zou ik graag... De besluiten willen combineren. En dan moet ik dus nu gaan schorsen voor een stemming. En dan voorzitter, kregen we ook nog de gelegenheid om op het volgende agendapunt nog iets te zeggen, ja, voordat we tot stemming overgaan? Ja, neem me niet kwalijk. Ja, natuurlijk, mevrouw Lasje. Ja, ik wil namelijk over het volgende agendapunt iets vragen, want we zijn op zich helemaal eens met die voordracht. Alleen, we vragen ons af waarom het nu pas op de agenda staat. Want, en het moet al ingaan per 15 mei. Nou, dat is al gepasseerd. En de brief is al van maart. Dus het is ook wel een bindende voordracht voor die stichting. Maar ja, als we dan ook nog achteraf instemming moeten geven, dan vraag ik me af waarom we dan nog hierbij instemming moeten geven. Dus dat was een beetje een rare gang van zaken. Daar wil ik graag uitleg over. Anderen nog? Nee? Meneer Uitslag? Voorzitter, ik heb op dit moment geen verklaring waarop die wat later op de agenda gekomen is. Bij mijn weten is het wel op tijd aangeleverd, maar ik heb het tussenliggende stuk niet helemaal scherp. Excuus, als u daar behoefte aan heeft, kan ik daarop terugkomen. Maar maakt het voorstel niet veel anders. Nou, dank u wel. Op zich hoeft het niet op terug te komen. Alleen het maakt het zo raar om te gaan stemmen over iets wat al gepasseerd is. En dan, maar in het kader van de discussie, waar moeten we nou over stemmen met elkaar en wat niet? Nou, is het voor mij voldoende dat er gewoon de toekomst misschien anders kan gaan. Dank u wel, voorzitter.
Ja, ik begrijp het. En toch moet u stemmen, want u heeft de plicht om wel of niet in te stemmen. U kunt ook gewoon afwijzen en dan kunnen we dat mededelen aan het openbaar onderwijs Zwolle en hebben zij een probleem. Maar het lijkt me niet wenselijk. Ik denk dat we het gewoon wel even moeten doen. Maar ik begrijp uw punt heel goed, mevrouw Lars. Ik schors de vergadering voor een enkele minuut. Agenda punt 15, stedenbouwkundige invulling, ontsluiting, locatie Koesteeg. En de heer Dankerman, die is via zijn werkgever betrokken geweest bij dit project. Daar hebben we ook overleg over gehad. En hij zal zich onthouden van deelname aan de beraadslagingen. Maar zoals door ons verzocht, stemt hij wel mee straks, omdat hij nou eenmaal een stemplicht heeft. De raadscommissie was redelijk unaniem in haar oordeel. Stedenbouwkundige invulling voor de 4x2 onder één kapwoning is akkoord, maar de ontsluiting van de Koesteeg is onwenselijk, gelet op de verkeersveiligheid. Dat was, als het goed is, de conclusie van de commissie. De wethouder is ook op bezoek geweest nog bij de omwonenden, heb ik begrepen, en heeft deze opvatting besproken. En er zijn vervolgens twee nieuwe opties voor de ontsluiting over tafel gegaan. Verschillende omwonenden hebben inmiddels gereageerd op de voorstellen. Hun reacties zijn vertrouwelijk aan de raadsleden ter kennis gebracht. Behandeling in twee ronden. Informeren, en volgens mij kan dat in een toespitsing over hoe de ontsluiting dan moet plaatsvinden. Informerende ronde waarin vragen kunnen worden gesteld en uiteindelijk opiërende ronde. En wie van u mag ik het woord geven in het kader van de informerende ronde? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u voorzitter. Ik heb eigenlijk twee vragen. We zien dat de omwonenden zelf twee scenario's hebben bedacht. Zijn deze twee scenario's wat breed gedragen onder de omwonenden? En de tweede vraag die we hebben is, wat vindt u van deze scenario's? Zijn deze wat u betreft haalbaar? Andere nog. Meneer Schrijver, D66. Ja, die twee scenario's die toegevoegd zijn. Ik zat me daarbij nog af te vragen, is daarbij ook gekeken naar de belangen van de toekomstige bewoners? Onder andere hoe de ligging is van de woningen ten opzichte van bijvoorbeeld de zonnestand, als daar zonnepanelen op de daken zouden moeten worden gelegd, of licht in de huizen. Andere nog? Nee? Wethouder, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Ook al een keer prettig om maar een paar vragen te krijgen over een onderwerp. Ook makkelijk om mee te schrijven. Is het breed gedragen onder de omwonenden? Na de commissievergadering, waarin niet echt was toegezegd om contact op te nemen met omwonenden, heb ik toch gemeend, omdat er heel veel verschillen waren, toch een brief te sturen met de vraag of als men een behoefte had om te reageren om dat te doen. Basis daarvan ben ik op bezoek geweest bij een aantal buren. We hebben reacties gehad via de mail, nog iemand op het gemeentehuis gehad. Uitkomsten daarvan, waarbij iedereen ook aangeeft van ja, dit is mijn belang in deze situatie, zijn vertrouwelijk op het risico geplaatst. En ik hoop dat het helpt om een beter inzicht te krijgen in het geheel. Is het breed gedragen? Een deel draagt het. Ja, is het de meerderheid? Ik werd ook nog aangesproken, iemand die net buiten de cirkel woont, die zegt van ik had ook graag mee willen praten. Dus ja, waar leggen we de grens? In mijn beleving is er op deze manier wel een zo breed mogelijke manier om inspraak te krijgen aan jullie als raad voorgelegd. En wat vind ik van de scenario's? Afgelopen woensdagavond heb ik ze voor het eerst gezien. Het is een scenario wat door de buren zelf met knip- en plakwerk in elkaar is gezet. En dat hebben ze, vind ik, heel duidelijk gedaan. Alleen het is niet mogelijk om in zo'n korte periode te onderzoeken wat dit betekent voor aanvoerroutes van de brandweer of politie of een ambulance. Wat hij doet met waterberging. Dus dat moet allemaal nader onderzocht worden. En, dus ik heb geen voorkeur daarin op dit ogenblik. Dus ik kan niet zeggen, wat ik mooi aan vind is dat we dat er nieuwe plannen naar voren komen. En daarbij draagt het bij. D66, de stand van de woningen, ja, eigenlijk is dat een herhaling van het antwoord wat ik net aan de VVD heb gegeven, de periode is te kort. Dus we hebben nog niet gekeken naar
dit soort zaken. En dat moet allemaal nog meegenomen worden. We hebben de projectontwikkelaar nog geen definitief oordeel van gekregen. Dus die zal hier ook ongetwijfeld iets van vinden. Het moet ook nog wel reëel blijven en haalbaar blijven. Heel mooi dat er een nieuw idee is. Aan de andere kant, het zorgt weer voor nieuwe uitdagingen. De wethouder laat zich niet verleiden tot een inhoudelijke beoordeling van de recent ingediende initiatieven. Daar moet ze eigenlijk beter voor worden onderzocht. Doet niets af, denk ik, aan het hoofduitgangspunt van waar de ontsluiting dient plaats te vinden. Toch? Neem ik aan. Anderen nog? Nee? Nog een behoefte aan een opiërende ronde? Ja, wie? Als ik mag. Ja, ja, meneer Kouwer, natuurlijk. Ja, allereerst dank dat ik fijn dat ik weer onderdeel mag zijn van deze raad. Het is mij een genoegen. En even over dit plan. Wij zien de ontwikkeling van de nieuwe varianten. En daarbij is inderdaad het uitgangspunt dat ontsluiting op de winkelkamp plaatsvindt. Vanuit verkeersveiligheid is dat het meest wenselijke. En waar wij in de commissie ook wel aangaven dat de beste oplossing hier heel lastig ligt. Hè? Het is eigenlijk schipperen tussen aan de ene kant de belangen van de mensen die daar wonen en toekomstige bewoners, maar ook van de mensen die gebruik maken van de rondweg. En in dat opzicht kunnen wij ons vinden in volledige ontsluiting via de winkelkamp. En over de precieze situering van de vier, twee onder één kap woningen, totaal acht woningen, willen wij wel meegeven dat als die positionering aangepast wordt op basis van een van de modellen, wat er dan ook mag worden, dat daarbij rekening moet worden gehouden met het aanzicht vanaf de koersteeg. Want het is toch een bepalende locatie ook als je door Dalsen binnenkomt rijden vanaf de Hessenweg. Om daar in ieder geval oog voor te hebben om dat te doen. Dat kan bijvoorbeeld door de bal door te trekken of op een andere manier in ieder geval dat je daar rekening mee houdt. Aan de andere kant ook zeer nadrukkelijk benoemen om rekening te houden met de belangen van de bewoners van de winkelkamp bij de definitieve inrichting van de uitrit op de winkelkamp. Dus dat daar nagedacht wordt over welke ontsluiting is nou het beste. Hè? Hoe kun je dat plaatje nou het beste vormgeven? Dus ga daar met elkaar over in gesprek. Alles wegende zouden wij dus voor volledige ontsluiting via de winkelkamp willen pleiten en acht woningen op deze locatie te realiseren. Volgens mij komt er nog een amendement. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Velpan, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ja, je was me net voor. Zoals in de commissievergadering verwoord heeft de ChristenUnie betrouwbaar bestuur en verkeersveiligheid hoog op de agenda staan. De ChristenUnie roept het college daarom ook op om zorgvuldig te werken en goed met inwoners te communiceren. De ChristenUnie dankt ook de inwoners voor hun betrokkenheid en inbreng en is blij dat er inmiddels voorstellen zijn vanuit de inwoners die zorgen voor een verkeersveilige situatie. De ChristenUnie kiest voor verkeersveiligheid en daarmee aansluiting en ontsluiting op de winkelkamp. De ChristenUnie vraagt het college en de projectontwikkelaar om samen met de inwoners tot een goede ontsluiting op de winkelkamp te komen. En wat ons betreft, ga aan de slag met optie 6 en 7. De ChristenUnie dient daarom het volgende amendement in. Samen met en gedragen door alle partijen. Dan is het de bedoeling dat ik dat voorlees. Dat is dan altijd gebruikelijk. Dus dat ga ik doen. Ondergetekende leden van de Raad van de gemeente Dalsen dienen het volgende amendement in. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders DD april 2018 nummer 753 en gehoord de beraadslagingen over het agendapunt stedenbouwkundige invulling en ontsluiting acht woningen locatie Koersteeg Dalsen, overwegende dat Veilig Verkeer Nederland en de politie adviseren een volledige ontsluiting te realiseren via de winkelkamp vanwege verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer en de gemeente verantwoordelijk is voor een verkeersveilige en goede doorstroming van de Koersteeg, stelt de raad voor te besluiten besluitregel 3 te schrappen en te vervangen door 3 het perceel uitsluitend te ontsluiten voor auto's, fietsers en voetgangers via de winkelkamp. En ondertekend door alle fracties. Klopt dat? Ja. Toelichting. Het college
en de projectontwikkelaar overleggen met de belanghebbende bewoners over een passende invulling van de aansluiting op de winkelkant. Oké. Dat is het amendement dat ingediend wordt. Dank u wel. Heeft nog behoefte aan een verdere toelichting, meneer Veldkamp? Spreek voor zich, denk ik. Anderen nog? Meneer Boeren? Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb er niet heel veel aan toe te voegen. Anders dan dat voor onze fractie ook natuurlijk, dat hebben we in de commissie al aangegeven, het heel erg belangrijk is om hier dat algemene belang goed te verdedigen. En dat is geen extra aansluiting op de rondweg. Als we dat op deze manier, op een mooie manier kunnen regelen via dit amendement, dan zijn we daar erg tevreden mee. En ik vind het ook erg mooi om te zien hoe de bewoners gereageerd hebben op de recente commissievergadering en ook de gesprekken die gevoerd zijn door het college. Want er kwamen alternatieve plannen los. Plannen waar ik wel vrolijk van word, eerlijk gezegd. Dus ik hoop ook dat we, als we op deze manier de ontsluiting kunnen regelen, dat op deze voet ook de invulling verder tussen college en ontwikkelaar en bewoners een vorm kan vinden. En dan zijn wij als Partij van de Arbeidsfractie erg tevreden. Dank u wel. Oké, graag gedaan. Anderen nog? Kijk even rond. Meneer Schrijver en meneer Veldhuis. Eerst meneer Schrijver. Wat de Partij van de Arbeid daarover zei, daar sluit ik mij graag bij aan als D66. We zijn erg blij met de uitkomst van deze participatie. Het lijkt erop alsof de bewoners aan de opties die er al lagen inmiddels een draai hebben gegeven die uitstekend toegepast kan worden. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u voorzitter. Ook aan onze kant dank aan de, ook aan de, vooral aan de complimenten aan de inwoners met het aanleveren van nieuwe opties hierin. Wij zaten natuurlijk bij de commissievergadering, hadden het zwaar in de afweging van wat moet je nou voor laten gaan. De afspraken die eerder gemaakt zijn met omwonenden of de veiligheid. Nou, we hebben het in de fractie erover gehad en voor ons staat veiligheid bovenaan. Dus voor ons was optie 5 sowieso vanavond ook anders afgevallen. En wat we nu zien is gewoon zijn mooie scenario's. En als wij inderdaad moeten kiezen tussen de ingebrachte scenario's, dan is optie 6 voor ons de meest geschikte optie. Doortrekken van de winkelkamp en we denken dat dat prima gaat werken. Dus tot zover. Oké. Okay. Ja, dat is hem. Meneer Ramer, gemeente Belang. Ja, ik sluit me even aan bij de woorden van de heer Broeren. Voor ons staat veiligheid ook voorop. Dus ik ben blij met wat er nu ligt en ook met het amendement wat gezamenlijk door iedereen wordt gesteund. Heb ik dan ook gewoon de opje naar Ronde gehad? Denk het wel, hè? Waarbij ik nog even ook formeel vaststel dat de wethouder geen uitspraak gedaan heeft in beoordelende zin met betrekking tot door de bewoners aangeleverde opties. Dat daar gewoon nog nader onderzoek voor nodig is voordat hij tot een oordeel komt. Wat vindt de wethouder van het amendement? Ik ben 2 uur geleden denk ik benoemd door deze raad. En ik zie een amendement wat hier voor ligt waar volledig achtergestaan wordt. Dus ik denk dat ik het volledig mee eens ben dat dit amendement wordt ingediend. Oké. Okay. Dat is een hele interessante tekst die je uitspreekt. Laat ik het zo zeggen, het feit dat u door de raad wordt benoemd, wil nog niet zeggen dat u dat wat de raad van u vraagt per definitie ook heel erg tof moet vinden. Dus u mag uw eigen opvattingen houden. Maar ik geef het voorzichtig. Ik heb geen enkele belofte gemaakt, dus wat dat betreft gaan we gewoon verder met onderzoeken. In die zin lijkt het wel alsof u ervaren bent. Dan kan ik volgens mij nu naar stemming toe, of niet? Ik begin met het amendement. Ik heb het juist net voorgelezen. En ik beperk me nu tot de besluitregel. Stelt de raad voor te besluiten besluitregel 3 te schrappen en te vervangen door 3 het perceel uitsluitend te ontsluiten voor auto's, fietsers en voetgangers via de winkelkamp. Wie van u is daarvoor? Bent u allemaal? Dan is het met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar het besluit zelf. Betreft stedenbouwkundige invulling en ontsluiting locatie Koesteeg. Het voorstel is vast te stellen de stedenbouwkundige invulling voor het realiseren van 8 woningen 4x2 onder 1 kap op perceel Koesteeg 15, 15a, 17, 17a en Dalsen. Als voorwaarde op te nemen dat de woningen gastloos gerealiseerd moeten worden. Ten derde, daar hebben we dus de winkelkamp, daar hebben we de nieuwe tekst van het amendement ingestopt.
En dat wordt dus nu het perceel uitsluitend te ontsluiten voor auto's, fietsers en voetgangers via de Wikkelkamp. Wie van u gaat ermee akkoord? Doet u allemaal? En is die met algemene stemmen aangenomen? Ik vind het toch ook weer een beetje een memorabel moment. Ik weet het niet, de oudere raadsleden, klinkt wat stevig. De raadsleden die al wat langer meegaan, laat ik het zo zeggen, die zullen zich herinneren dat dit geen eenvoudig dossier is, maar een hele lange geschiedenis. Dus ik ben blij dat het zich op deze manier heeft ontwikkeld. Het is niet aan mij om oordeel uit te spreken, maar ik heb het in dit geval wel. Dan ga ik naar agenda punt 16, plan van aanpak, vestigen voorkeursrecht. Na beraadslaging in de raadscommissie heeft de wethouder toegezegd dat hij de raad een gewijzigd voorstel zou doen, inclusief een beperkte consultatieronde en de consequenties daarvan voor het vervolgtraject. Ik stel voor een behandeling in 2 ronden, informerende ronde waarin vragen kunnen worden gesteld en een opinierende ronde. En wie van u mag ik het woord geven? Kijk even rond. Meneer Broeren, Partij van Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Al voldoende gezegd, denk ik, over de rolverdelingen, onder andere tussen college en raad en de noodzaak tot participatie op dit onderwerp wat ons betreft. Er ligt nu een iets aangepast voorstel waar wij in principe goed in terugvinden wat we besproken hebben tijdens de commissie. Alleen wij hebben tijdens de commissie duidelijk proberen te maken een beperkte participatie toe te willen staan op de planvorming rondom het vestigen van het voorkeursrecht. Waarbij beperkt dan wel van toepassing is op het onderwerp van gesprek en niet op de doelgroep van deelname. Daar is volgens mij een kleine spraakverwarring ontstaan, in ieder geval in de media. In de Stentor stond een stuk wat ik niet echt een goede weerslag vond van wat wij besproken hadden. Dus ik denk in het aangepaste voorstel terug te lezen dat alle belangstellenden welkom zijn. Want er staat iets in over dat er via kernpunten aan een ieder uitgenodigd wordt om deel te nemen. Maar ik ben er niet helemaal zeker van. Dus mijn vraag aan het college is... Is de opvatting, de opinie zoals ik die heb, van we gaan beperkt participeren en dan wel geteld op het onderwerp. Dus terwijl, oftewel, om het even plat te slaan, welke kant gaan we op als Dalfsen? Dat is het beperkende onderwerp. Daar gaf ik ook van aan tijdens de commissie, dat moet ook, want daarmee doe je aan verwachtingsmanagement. Maar hij staat wel open voor een ieder in Dalfsen die hierover mee wil praten. Heb ik hem dan goed? Heb ik dan het voorstel goed? Anderen nog, informerend? Nee? Meneer Schrijver, D66. Ik heb ook een amendement voorbereid. Het komt eigenlijk in het kort wel ongeveer neer op wat ook mijn collega Leander Broeren net vertelde. En het komt eigenlijk op neer van hoe geven wij de inwoners van Dalfsen op een goede manier gelegenheid om zich uit te spreken over de manier waarop Dalfsen wil wonen. En in die toelichting, die zal ik alvast eventjes noemen, heb ik het vergeleken met het is nog nooit iemand gelukt om van een omelet weer een ei te maken. En als we eerst vragen aan de inwoners welk dorp ze willen zijn en het antwoord komt uit op het moet eigenlijk een gekookt ei worden, dan kunnen wij de schaal beter heel houden. Vindt u het goed dat we, dat is een mooie vergelijking, dank daarvoor. Maar misschien ook wel goed om even een amendement alvast dan gewoon in te dienen. Dan weten we allemaal waar het over gaat, want anders blijft het bij eieren en omeletten. En u heeft ongetwijfeld uiteindelijk in uw amendement een andere tekst staan. Mag ik hem in beeld? Staat hij in beeld? Oké, ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen het volgende amendement in. Ik lees het voorstel van de burgemeester en wethouders 17 april 2018, nummer 770. En gehoord de beraadslaging over het agendapunt plan van aanpak wet voorkeursrecht gemeente. In het plan van aanpak WVG wordt de participatie nu uitsluitend gericht op het beperkte WVG-gebied. Alle overige inwoners en woningzoekenden worden bij beperkte participatie niet gehoord. Overwegende dat. Het voor de uitbreiding van bedrijventerrein tot heden gevoerde beleid om de kernen Dalfsen en Uleuzen daarvoor specifiek aan te wijzen niet betekent dat Dalfsen op stop staat voor bedrijven. En daarop gelijkend beleid voor de uitbreiding met woonwijken niet betekent dat Dalfsen op slot gaat voor woningzoekenden. De nu geplande uitbreiding van de kernen Dalfsen ook gevolgen heeft voor potentiële uitbreidingskansen van de andere kernen in de gemeente Dalfsen. Dat deze gevolgen in de toekomst onherroepelijk effecten zullen hebben voor het groene buitengebied van de kern Dalfsen en voor de woonkeuze voor de andere kernen. De potentiële uitbreidingskansen van de andere kernen ook effect hebben op verzuningsniveau in en naar
OV, de andere kernen in de gemeente Dalfsen, het goed mogelijk is om via digitale raadpleging snel alle inwoners te betrekken en die nodig daarvoor externe capaciteit in te schakelen conform de methode bij het participatieproces qua input voor het profiel van de nieuwe burgemeester. Stel de raad voor te besluiten op basis van het plan van aanpak WVG in 2018 een uitgebreid participatieproces te starten met als doel zowel input mogelijk te maken op het lopende WVG-proces als op de toekomstige woonvisie Dalfsen. De indieners, wensschrijver, vooralsnog. D66. Dat betekent ook dat het huidige voorstel gewoon geschrapt wordt. Nog even terug, want de grafier zegt dat betekent dat het huidige voorstel. Het voorstel geschrapt wordt volgens mij. Ja, denk ik wel. In ieder geval de tweede beslisregel. Wordt geschrapt. Die gaat er niet door. Oké. Dan gaan we even, als het goed is, toch naar de wethouder eerst hoor. Want ik wil nu even weten wat hij ervan vindt, meneer Broer. Ik zie u gretig naar de microfoon grijpen. Maar dat kan dadelijk nog. Wethouder, het gaat hier over het begrip beperkte participatie. Wat daarmee bedoeld is. Dat was volgens mij de vraag van de heer Broer. Dat is raadplegend, oftewel consulterend. En daarvoor zijn een aantal stakeholders genoemd in het stuk. En de raad is gevraagd om daar aanvullingen op te geven. En de stakeholders zijn benoemd in het stuk. En zou u ze nog even kort willen herhalen? Ik ken ze niet uit mijn hoofd, voorzitter, maar u moet denken aan de Vrienden van Dalfsen, Plaatselijk Belang, de Historische Kring, de ondernemersverenigingen, bewoners van de gebieden, et cetera. Ja. En als dat uitgebreid moet worden, dan hoor ik dat graag van de raad. Oké. Dus beperkt. Dan even kan ik hem goed begrijpen. Slaat op de thematiek. De participatieladder. Ja, oké. Meneer Broeren? Ja, nee, precies. Dan, volgens mij bedoelen we hetzelfde. En de vraag die ik er dan nog bij had, maar volgens mij is die ook wel beantwoord, is. Want volgens mij staat er in het voorstel letterlijk dat mensen dat iedereen eigenlijk geïnformeerd wordt via kernpunten. Dus iedereen die wat vindt, kan wat vinden. Dan kunnen wij ons vinden in het voorstel van het college. Dank u wel. En troost u, meneer Broeren, want u zei dat de Stentor niet helemaal de juiste weergave heeft. Overkomt ons regelmatig. Oké. En meneer Schrijver, misschien dat u op de motie van de heer Schrijver wilt reageren, want die is niet beperkt. U las hem voor en normaal gesproken stuurt dan de griffie hem even rond. Maar die wil ik dan eerst kunnen bestuderen, want u las snel voor. Even terug in beeld, als u wilt. Ja, maar ik kan dat niet lezen. Sorry, mijn gezicht laat. Ja, dat had u moeten zeggen voordat u benoemd werd als wethouder. Ja. Ja. En nu blijkt dat u niet kunt lezen. U heeft mij alleen maar gevraagd dat ik geen goederen of beloften of diensten. Nee. Maar beperkingen, hè? Maar beperkingen hadden we graag eerder vernomen, wethouder. U krijgt hem nu toegestuurd. Ik interpreteer hem als volgt, meneer Schrijver. U wilt een consultatie over het totale woonbeleid van de gemeente Dalfsen. In alle opzichten en in alle kernen. Dat is wat u vraagt. Dat lijkt me dat bij de woonvisie van toepassing is. Ja, maar goed, maar zo begrijp ik de motie. De woonvisie noem ik daarin als, noem het maar even, een bijkomend effect. De directe aanleiding, daarom wordt het urgent, is dat WVG-proces. En in de commissievergadering werd aangegeven dat het uitgebreide participatieproces te veel tijd zou vragen voor het WVG-proces. We merken nu Meneer Schrijver, ik hoef niet naar een toelichting. Maar dat we het goed begrijpen. U wilt een participatie over de totale samenhangende vraag van bewoning. Ja. En niet alleen maar uitbreiding WVG, maar ook wat de effecten zijn op Leemlandveld en bedrijven en Leuzen. Ja. Alles bij elkaar. Dus dat is een hele brede invulling van participatie op de thematiek. Een integrale kijk op hoe moeten we dit ontwikkelen in Dalfsen. Wethouder van Leeuwen. Dan ontraad ik de motie. Dat eerste aandachtstreepje dat geeft al een probleem. Namelijk
het niet betekent dat Dalfsen op slot staat voor bedrijven. Maar we hebben, dacht ik, aangewezen als raad dat met name Nieuw-Leuzen en Lemelenveld de uitbreidingslocaties zijn voor bedrijven. Op slot staan is nog weer een ander woord, maar de terreinen die er nog zijn, die zijn in privéhanden voor bedrijven. En als u echt een helemaal uitgebreid verhaal wilt hebben, ik ontraad het u, want dan gaan wij november niet halen. Okay. Ja, voorzitter, daar ben ik graag met, en daar ga ik graag meer met de voorzitter, want dat vinden we, of met de wethouder. Dat vinden wij eigenlijk het belangrijkste punt in deze. Natuurlijk, de participatie is superbelangrijk. Maar die november 2018, die kunnen we de inwoners en de grondeigenaar echt niet ontnemen. Dank u wel, meneer Raadmeer, CDA. Oké, volgens mij is het standpunt van de wethouder helder. Volgens mij is het ook een beetje een herhaling van de discussie in de commissie. Dus ik denk dat de argumenten wel uitgewisseld zijn. Ben ik nog iets vergeten? Het is brutaal. Maar mag ik u vragen om een opinierende ronde te doen en dan ook uw opvatting over de motie van de heer Schrijver in één keer mee te nemen? Ja, mag dat? Dan begin ik bij de heer Nijkamp, want die zag ik dat hij graag het woord wilde. Meneer Nijkamp, Christine. Dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering hebben we hier uitgebreid over gesproken. Ook duidelijk gezegd van dat wij voorstander zijn voor participatie uitgevoerd door het college. Dat is als zodanig ook verwoord in het voorstel. Wat echter wel is blijven staan, en dat is echt het plan van aanpak zoals dat nu voor ligt, is de adem die er vanuit gaat, nog steeds van dat het een heel technisch onderwerp is, dat participatie hierin niet kan en niet passend is. Dus als je het hele stuk op zich leest, is dat eigenlijk, het komt een beetje over als haastwerk, alsof alleen het besluit aangepast is. Oftewel, het hele stuk had eigenlijk wat ons betreft toch nog eens even kritisch bekeken moeten worden. Dat is niet gebeurd, dat is jammer. Maar tegelijkertijd moeten we het namelijk wel vaststellen. En daar zit ook even onze moeite. We zijn blij met de aanpassingen van de uitvoering van de participatie, maar het stuk zelf ademt gewoon de verkeerde sfeer uit. Het zet echt het onderwerp niet goed neer en het zet de positie van de inwoners ook echt niet goed neer. Dus dat vinden we een beetje een lastig verhaal. En om de besluitvorming in deze fase niet te frustreren, zouden wij in ieder geval een nadrukkelijk advies aan het college willen meegeven. En je mag het ook wel zien als een soort stemverklaring. Herschrijf eerst dit plan van aanpak. Zodat gewoon de onzuiverheid die er nu in zit, dat die er ook echt uit is. Want als iemand dit later leest, dan denkt hij van, wat staat hier in vredesnaam en waarom kom je tot dit voorstel? Het past niet op elkaar. Dus dat zouden wij als nadrukkelijk advies willen meegeven. En met die stemverklaring erbij gaan wij akkoord met dit voorstel. Want ten aanzien van het, was het nou een motie of een amendement? Sorry, ik versprak me, het was een amendement. Okay, amendement. Wij vinden op zich het idee dat je in de breedte kijkt naar dit soort vraagstukken best terecht. Alleen op dit moment, gelet op de acute problemen die we hebben en het uitgesproken WVG of het vastgelegde WVG, willen we daar niet te veel vertraging in hebben. Dus wij hechten wel aan november, nou ja, mag het een keer december worden, maar dat is het dan ook wel. En de punten die genoemd worden, die zijn op zich wel terecht. Hè? Maar tegelijkertijd denken we dat die in woonvisie en in omgevingsvisie straks wel een plek gaan krijgen. Dan zouden we dat ook in die zin daar wel graag willen adresseren. Dus wij gaan niet mee met amendementen, hoewel we wel begrip hebben voor het pleidooi. Maar niet op dit moment in deze vorm. Oké, dank u wel. Meneer Raamer, gemeentebelang. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we gaan voor het voorstel stemmen en tegen het amendement. Dat komt vanzelf terug. Luco Nijkamp die gaf het ook al aan, straks met wonen. Dus voorstel steunen we van harte. En we koersen af op november. Dank u wel. Meneer Ruitenberg, CDA. Ja, goed, ik sluit me ook wel een beetje aan bij de andere fracties. De woonvisie, ja, dat vinden wij echt ook een punt wat daarin past van de heer Schrijver. Dus wij onderschrijven hem ook niet, wat CDA betreft. Ik zit nog even te denken. De participatie zoals die dus nu is,
lijkt hij mij voldoende. Mensen uit Lemmerveld zitten echt niet te wachten op een inbreng op de wet voorkeurs en gronden in Dalfsen. Dus zoals hij nu voor ons ligt, vinden wij hem prima. En zoals gezegd, november, nou, hooguit december 2018, willen wij graag een antwoord van de wethouder. Dank u wel. U pleit nadrukkelijk voor duidelijkheid voor de betrokken bewoners. Meneer Boeren, u had eigenlijk al een soort stemverklaring gegeven, maar... Ja, nou ja, ik sluit me volledig aan bij de inbreng van de ChristenUnie, wel ook wat betreft het stuk. Want daar kwam mijn verwarring ook vandaan. Er staat nog regelmatig in bijvoorbeeld de raad gaat en de raad moet en de raad... Maar het is nu echt het college. En dus het voorstel van de ChristenUnie lijkt mij een erg goede werkafspraak. Maar verder akkoord met het collegestuk. En wij zullen tegen het amendement stemmen om dezelfde reden. Dat wij vinden dat die discussie, die overigens inderdaad terecht gevoerd moet worden, bij de woonvisie en de omgevingsvisie thuis hoort. Dank u wel. Meneer Schrijver, ik denk dat u al ook uw opinie aan de ronde gehad heeft, of niet? Ik heb nog wel even wat duidelijkheden, denk ik, toe te voegen. Want er wordt alleen input gevraagd voor de toekomstige woonvisie. Niet een discussie te voeren over de hele woonvisie. Dus de efficiëntieslag in dit abonnement is dat er input gehaald wordt, zowel voor het lopende WVG-proces, als ook input voor toekomstige discussies later. Dus het vertraagt niet het WVG-proces. Ik ben ook voor de duidelijkheid op tijd voor alle betrokkenen in dat WVG-gebied. Maar het zou efficiënt zijn om het nu in één keer op te halen bij de inwoners. Dat is de essentie van het abonnement. Meneer Veldhuis nog. Ja, dank u voorzitter. Ik zou ook echt willen aanraden om dit pas op te pakken bij de woonvisie. Dan wordt dit actueel. Dus wat dat betreft zullen wij de motie ook niet ondersteunen. Hij komt wat dat betreft komt hij te vroeg. En voor de rest, we hebben het in de commissie ook al gezegd, we zullen voor dit plan van aanpak stemmen. Dank u wel, wethouder. Heeft u nog behoefte aan een slotwoord? En met name ook, denk ik, een reactie inderdaad, op de kwaliteit van de participatienota. Het is met stoom en kokend water is het tot stand gekomen, dat is duidelijk. Op alle plekken waar u nog de raad leest, waar u het college wenst te lezen, mag u wat mij betreft het college lezen. En ik hoop dat u op 3 september, want die avond is gepland voor de consultatie, dat u aangenaam verrast wordt. Nee, mijn stemming. Ik begin met het amendement. Ik had hem al helemaal voorgelezen. Dus ik beperk me nu tot de besluitregel. Het amendement stelt de raad voor te besluiten op basis van het plan van aanpak WVG in 2018 een uitgebreid participatieproces te starten met als doel zoveel mogelijk input te maken op het lopende WVG-proces als op de toekomstige woonvisie Dalfsen. Wie van u is daarvoor? Dat is de heer Schrijver. Het is echt goed dat we hier niet digitaal stemmen, hè? Want dan gaat het zomaar fout. Dat is de heer Schrijver. Wie zijn daar tegen? Dat zijn alle overige leden van de raad. En daarmee is het amendement verworpen. Dan gaan we naar het besluit zelf. Het agenda punt 16, plan van aanpak vestige voorkeursrechten. Het voorstel is om akkoord te gaan met het plan van aanpak vestige voorkeursrechten. Motie raad. En 2, voor het inrichten van het participatieproces te kiezen voor beperkte participatie consulterend. Wie is daarvoor? Met u allemaal en dan is die met algemene stemmen aangenomen. De stemverklaring is gehoord, meneer Schrijver. En niet zo'n beetje. Die is... Dan ga ik naar agenda punt 17. Ontwerpverklaring voor geen bedenkingen zonnepark Veldhovenweg. De raadscommissie hebben PvdA en D66 al uitgesproken dat ze zich in dit voorstel kunnen vinden. CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen en VVD wilden het opnieuw in de fractie bespreken. Nou, ik neem aan dat dat gebeurd is. Behandeling in 2 ronden. Begin informerend en daarna opinierend. Ik kijk even naar gemeentebelangen. Mag ik u als eerste het woord geven? En dat is de heer Jutte. Welkom terug. Onmiddellijk aan het werk. Dank u wel. Fijn dat ik er weer ben. Ja, vinden wij ook. De vorige keer hebben we nog 2 vragen gesteld waar we nog geen duidelijk antwoord op hebben gekregen. Dat was of de beplanting eerder aangebracht kon worden en wat hoger. En we hebben gevraagd of op de daken ook panelen zouden geplaatst zouden worden binnen dit plan. En we hebben ons aangesloten bij de vragen van de overigen. Dus ik wil daar nog wel graag even een antwoord op. Dank u wel. Dan kijk ik even bij anderen, bij het CDA. Meneer Ruitenberg, CDA.
Ja, voorzitter. Na de commissievergadering van vorige week zijn er bij de CDA-fractie nog een aantal vragen. De combinatie zonneveld-uitloopkip om zorg in agrarische grond te onttrekken aan de landbouw. In welke mate is deze geborgd? We vonden het antwoord van de wethouder in deze te mager. En het versnellen van de ruimtelijke inpassing en haalbaarheid van de postcode roos voor lokale energie. De CDA heeft samen met de ChristenUnie samengevonden en hebben een amendement voorbereid. U mag dat van mij onmiddellijk indienen. Dan dien ik hem hierbij in. Ja, graag. En dan mag ik mijn beeld krijgen. Dit is hem, hè? Ja. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen het volgende amendement in. Ik lees het voorstel van burgemeester en wethouders 17 april 2018, nummer 766. En gehoord de beraadslagingen over het agendapunt ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Veldhoevenweg. Gelet op artikel 2.27 van de Wet Algemene Bepaling Omgevingswet. Overwegende dat in de ruimtelijke beoordeling beschreven maatregelen met als doel het voldoen aan de beoordelingscriteria zonneveld op maaiveld DD 16 mei 2007 naar ons oordeel onvoldoende geborgd zijn. Er onvoldoende uitvoering is gegeven aan het participatieproces conform de door de Raad aangenomen motie M4-2017. Kader grootschalige energieopwekking, met name op het onderdeel participatiemogelijkheden van de gemeenschap. Initiatiefnemer bereid lijkt te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is eerder dan strikt noodzakelijk te voldoen aan de ruimtelijke inpassing van het zonnepark. En de provincie mogelijk 210 miljoen euro beschikbaar stelt voor kansen op het gebied van werkgelegenheid, bereikbaarheid, toekomstbestendige stenen en een vitaal landelijk gebied. Hieronder valt ook innovatie in het kader van duurzaamheid. Stelt de Raad voor om te besluiten 1. Te schrappen en te vervangen door de volgende regel. 1. In ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een zonnepark op het perceel Veldhoevenweg 1 en Dalfsen, waarbij in het belang van de goede ruimtelijke ordening de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden worden. A. Dat initiatiefnemers samen met de energieleverancier en de provincie Overijssel de mogelijkheid van aansluiting van het zonneveld op de kern Dalfsen onderzoekt en vastlegt in een plan van aanpak, al of niet via opslagmogelijkheden zoals een buurtbatterij. B. Dat een actieplan is uitgewerkt waaruit blijkt dat omwonenden in een straal van 500 meter rond het plangebied worden geconsulteerd en waar is opgenomen hoe de compensaties van de omgeving is uitgewerkt. Hier in ieder geval het versnellen van de ruimtelijke inpassing en de haalbaarheid van een postcode roos voor lokale energie. En C. Dat een dubbelfunctie, zonneveld en agrarisch, gerealiseerd dient te worden voor de volledige 7,5 hectare en de duur van de omgevingsvergunning, 25 jaar. En D. Dat de beplanting die aangelegd wordt om het perceel vanaf de start van het project een minimale hoogte van 1,5 meter heeft. De indieners, de heer Ruitenberg, CDA, en de heer Veldman van de ChristenUnie. Dank u wel. Wat mij betreft mogen de overige fracties dat dan gewoon vanaf nu in hun beraadslagingen meenemen. Heeft u nog behoefte aan een verdere toelichting, meneer Ruitenberg? Ja, nou, een korte dan wel. Het eerste betreft het onderzoek. En het tweede is het plan van aanpak. Die moet natuurlijk wel realistisch zijn. En hier worden wij ook graag nader over geïnformeerd. Ik wil graag over de voortgang geïnformeerd blijven. Ik kijk even rond. Meneer Nijkamp, heeft u hier verder nog iets op... Nee, neem me niet kwalijk. Meneer Veldman, heeft u hier verder nog iets op toe te voegen? Dank u wel, voorzitter. Zijn we dan nu al in de opinierende ronde beland? Nee, we zitten nog in de informerende ronde. Dan wacht ik nog even op het opinierende gedeelte. Helemaal goed. Kijk even verder. Wie nog? Niemand? Er zijn een paar vragen gesteld. En die zou ik bij de wethouder graag willen neerleggen. En ik zou het ook fijn vinden als u even reageert op het amendement. Wethouder Schimmel. Dan zou ik het net als mijn collega heel prettig vinden als ik het amendement even mag lezen. Het is toch wel prettig om even de stukken te zien, want ik heb hem ook niet per mail. Het amendement komt eraan en er zijn in ieder geval een aantal vragen gesteld door de heer Schuurman. Die zult u opgeschreven hebben, want er waren er ook niet zo heel veel. Jutte, neem die kwam. Heer Jutte. Ja, die vragen kan ik vast beantwoorden. U heeft aangegeven dat de beplanting, dat u die graag hoger en eerder aangeplant wilde hebben. Initiatiefnemer heeft aangegeven dat hij dat, dat hij dat zeker wil doen. Dus ruim op tijd wil beginnen met het planten, zodat er alvast wat begint. En ook bereid is om na te denken over een hoogte. Ik zie in het amendement 1,5 meter staan. Ja, er moet gekeken worden wat soort planten er komen en of dat een realistisch iets is. Maar de initiatiefnemer wil daar gewoon in meewerken, heeft hij al toegezegd.
In mijn beleving heb ik de vorige keer ook aangegeven dat de daken van de initiatiefnemer worden volgelegd en de buren mogen zich daarbij aansluiten. Tijdens de vorige vergadering werd er aangegeven dat er een aantal buren nog niet was geïnformeerd. De gemeente heeft een cirkel getrokken rondom het perceel en deze mensen die werden genoemd wonen daar buiten. Dus de initiatiefnemer is door de gemeente niet gevraagd om deze mensen mee te nemen. De namen zijn ontvangen en ondertussen is er wel contact geweest al met deze mensen. En mocht er verder nog iemand zijn die niet binnen de cirkel zat, dan wordt hij ook opgeroepen om zich te melden bij GroenLeven of initiatiefnemer. Er moet een stroomkabel gelegd worden vanaf het huis naar de perceel. En hoe langer die kabel is, hoe minder rendabel het wordt. Dus daar zit wel een keer een limiet aan. Maar daarover praten kan altijd. En initiatiefnemer wil dat graag doen. U geeft nog aan dat het plan van aanpak, dat u blijvend geïnformeerd wilt worden. Ja, daar heb ik geen problemen mee. Op het moment dat er duidelijkheid over is, dan zullen wij u daarover informeren. De motie heeft u ontvangen, denk ik nu, hè? Nee. Het amendement, neem ik niet kwalijk. Nee, nog steeds niet? Ik heb geen mail. Nu heb ik mail. Oké. Okay. Dan misschien prettig om heel even te schorsen, dat ik hier even de ja, schorsen we van 1 minuut. Ik wil graag even de vergadering bij elkaar houden, als u dat goed vindt. Ja? Schors de vergadering voor een enkel moment. Agenda punt 18. Besluit onttrekken Gerleweg aan de openbaarheid. Behandeling in 2 ronden. Ja, tot kijk. Dank u. Behandeling in 2 ronden, informerend en 1 keer opinierend, mocht u daar behoefte aan hebben. Maar het onderwerp is volgens mij al uitgebreid besproken hier. Dus ik kijk even rond. Is er nog iemand die hier het woord over wil voeren? Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, het onttrekken van de Gennerweg, we zijn lang tegen geweest omdat het een historisch weggetje was. Het Tranendal en ook enkele huizen die daar stonden. Alleen de vorige keer, dat was vorig jaar in december volgens mij, hebben we ingestemd met de situatie, tenminste op de verkeersveiligheid. Want we zagen ook aankomende huizen zijn weg en de vrachtwagens die gaan in en uit. Dus we kunnen instemmen met het voorstel wat voor ligt. Maar ja, we vinden het nog wel steeds jammer dat weer een historisch weggetje is verdwenen uit Dalsen. Anderen nog? Iedereen sluit zich hierbij aan, neem ik aan. De heer Kouwer? Ja, voorzitter, ik sluit me inderdaad aan bij de mooie woorden van de heer Raamaker. Maar ik wil inderdaad wel even expliciet dat punt van de verkeersveiligheid nogmaals benoemen. Dat dat inderdaad hier ook weer voor de nostalgische en historische waarden gaan. Hoe jammer dat dan ook is voor mensen die daar waren aan echt. Ja, top. Voorzitter. Meneer Broeren. Ik weet dat het een lange avond is, maar U weet ook dat het ontwerpbesluit al genomen is. Ja, nee, absoluut. Maar ik wil toch even aangeven, wij precies dezelfde redenierlijn als de gemeentebelangen hebben gevolgd. Wij waren ooit ook tegen en wij zijn nu ook voor vanwege dezelfde reden. Top. Helemaal goed. Nog anderen? Nee? Breng ik mijn stemming. Dit is zo'n onderwerp waarvan een buitenstaander denkt dat is klein. Maar, oh hemel, wat zijn we er lang mee bezig geweest. Agenda punt 18. Het besluit onttrekken Gerleweg aan de openbaarheid. Het voorstel is te besluiten de Gerleweg aan de openbaarheid te onttrekken. Wie is daarvoor? En bent u allemaal? Historisch besluit. Agenda punt 19. De verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester. Mocht u daar vragen over hebben, dan kunt u stellen aan de heer Nijkamp. En nu moet ik heel goed opletten bij de annotatie. Want ik zie onmiddellijk al dat daar teksten in verwerkt zijn die ik beter niet kan uitspreken. Goed, u weet dat ik bekendgemaakt heb dat ik per 1 december afscheid neem. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat er een nieuwe burgemeester wordt aangesteld. De commissaris van de Koning zal de procedure starten zodra de raad een profielschets heeft vastgesteld. Dit is voorzien in de raadsvergadering van 18 juni 2018 in aanwezigheid van de commissaris. En na vaststelling van die profielschets wordt de vacature opengesteld en is dan de commissaris en gemeenteraad om kandidaten te selecteren. En hiertoe stelt de gemeenteraad een vertrouwenscommissie in. Uiteindelijk geeft de gemeenteraad een aanbeveling over 1 kandidaat aan de minister van Binnenlandse Zaken. Zodat die kandidaat benoemd kan worden door de kroon. Maar het voorstel is dus om die vertrouwenscommissie te benoemen.
en de verordening vast te stellen. Ja, behandelingen ook hier in twee ronden. Wilt u het over de verordening hebben? Of over de samenstelling van de commissie? Wat onderdeel is van de ordening? Dan kunt u daar vragen over stellen aan de heer Nijkamp. Die zit er klaar voor. Zijn ze er nog, die vragen? Niet? Dan denkt erom, je maakt nu een foute beslissing. Je zit er jaren aan vast, hè? Nou ja, voorzitter, ik had eigenlijk gehoopt dat de heer Nijkamp een presentatie had voorbereid. Maar ik ben dus een beetje teleurgesteld. Maar nou goed, ik laat hem gaan. Ja. Oké. Meneer Nijkamp, ik weet dat u nu de neiging heeft om de volgende keer een presentatie voor te bereiden. Niet doen. Ja? Ja, meneer Broeren is nog niet helemaal ingewikkeld. Of juist wel. Nee, dat maken wij uit. We zetten hem even in de besluitvorming. Mag ik hem in beeld? Agenda punt 19, verordening vertrouwenscommissie, benoemde commissaris. Het voorstel is de verordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot benoeming van burgemeester voorbereidt vast te stellen. Wie is daarmee eens? Bent u allemaal? En dan is die met algemene stemmen aangenomen. Ga ik besluitenlijst 23 april. Opmerkingen? Nee? Is die ook van? Naar agenda punt 21, ingekomen stukken. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Ja. Meneer Kleinkoekamp. Bij de ingekomen of de mededeling BMW staat op de laatste, de intentieverklaring Set Service Center, ONS. Wij zouden daar graag wat meer over geïnformeerd willen worden en zou u dat willen agenderen? Nou, we zullen een verzoek bij de agendacommissie indienen. He? En dan zal het te zijn dat hij best een keer aan de orde komen. Meneer Kleinkoekamp. Ja. Nou ja, we hebben wij als college daar problemen mee? Nee, toch? Ik kan toch wel een keer goed nadenken over hoe we dat best aan de orde kunnen stellen. Ja. Prima. Ja? We komen daarover bij het... bij de agendacommissie. Het zal niet voor de vakantie niet meer lukken in ieder geval. Nee, want de laatste is al geweest. Wat zegt u? De laatste is al geweest. Ja, daarom. Ja, mevrouw Schiphorst. Ik heb namens de CDA-fractie twee vragen. Het gaat over de lijst van ingekomen stukken, punt 15. Waar kan ik naar de wc? En het gaat over meer openbare toiletten. Dat is nog niet uitgesproken. Meer openbare toiletten, dat lucht op. Dat is eigenlijk de oproep. En we hebben ook vragen van de Ouderenbond in Nieuw-Leuzen daarover gehad. En we willen eigenlijk aan het college vragen om daarna te kijken en eventuele suggesties in overleg met de ondernemers op te pakken. En gemeentebreed, dus niet alleen Nieuw-Leuzen zou ik dan willen oproepen. En ik wil graag daar een reactie op horen. En dan over de mededelingen. Vindt u goed dat ik deze gelijk bij de heer Uitslag neerleg? Meneer Uitslag, wilt u daar een reactie op geven? Ja, we hebben de wethouder hondenpoep gehad, maar dan ben ik de wethouder openbare toiletten geworden. Ik ga meenemen. Ik vind het een interessant onderwerp. Ik ga mijn collega Van Leeuwen vragen om dat in de centervisie in de Dals te betrekken. Er zijn maar tweeën immers. Lijkt mij ook een typisch onderwerp voor de omgevingsvisie trouwens. Het is goed dat u weet dat we er met de evenementen echt heel druk mee bezig zijn. Ik begrijp een integrale aanpak en daar houden we van. Bij uitstek participatief zou ik willen zeggen. Maar de toezegging is, want dit is, we maken hem even weer minder hilarisch. Toezegging is, wethouder gaat er naar kijken en komt er in ieder geval bij u op terug. Ja? En dan had u nog een tweede punt. En dat gaat over de lijst van mededelingen van BMW. En dat gaat over het leerplichtverslag 2016-2017. Daar wil ik eigenlijk de complimenten voor overbrengen. En ik wil u vragen om die ook over te brengen. Uitgebreid en de inzet en de preventieve maatregelen die zijn genomen, die werken. En we willen u wensen om op de ingeslagen weg door te gaan. Met behoud van een mooie resultaat. Dank u wel. Want dat mag natuurlijk ook naar aanleiding van de ingekomen stukken een compliment uitdelen. Zullen we met veel plezier overbrengen, denk ik.
Heb ik verder nog iets? Iemand behoefte om te praten over stukken die op de lijst, vertrouwelijke lijst staan? Want dan moet ik even de vergadering crossen. En, ja. Dan ga ik u bedanken. Het was een boeiende avond. En een mooie afwisseling van inhoudelijke en procedurele zaken. En het is altijd spannend of je procedureel goed zit of niet. Moeten we wel proberen. Het is wel echt onze taak en onze opdracht. Dus ik hoop dat we het goed gedaan hebben. We hebben in ieder geval geprobeerd met elkaar. Dus ik dank u voor uw inbreng en ik sluit de vergadering.